Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuw vrijdagmiddagborrel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hey. De gasten vandaag zijn een vriend van de show inmiddels. Stand-up comedian Stefan Pop. Goedemiddag. Hey. Leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om weer te zijn. Heb je geiten meegenomen? Nee. Gelukkig. Nee. Maar, ken je dat filmpje? Nee. Ik ben van een andere generatie, jongens. Nee, het is deze zomer. Oh, okay. Leuk dat je Ekadele keek. Ja. Superleuk, man. Ik zal even kijken. Valt nu al door de mand. En naast mij de hoofdredacteur van Voetbal International, Christian Rusek. Ja, leuk dat je er zijn, jongens. Ja, leuk dat jij er bent. Jean-Paul Peter op de banken. En wie weet wat er nog binnenkomt vallen zometeen. Heb jij geen mic bij je, jongen? Nieuw? Goedemiddag. Hey, Fef, leuk dat ik er ook ben. Leuk dat je er ook weer bent. Ja, ik ben ondertussen het filmpje aan het zoeken. We krijgen ook gelijk heel veel dingen binnen waar we het over moeten gaan hebben, volgens de mensen. Allereerst, nou, dan hebben we dat gelijk uit de wereld. Stefan Pop, wat was je geworden als je niet stand-up comedian was geworden? Dit was al mijn laatste keus, dus ik heb niks meer eronder. Er is niks. Dus dan zat ik werkloos thuis. Maar eigenlijk niet heel veel verschil met nu eigenlijk. Dat doe je nu toch ook? Want je bent, dit zeg ik even snel, vanaf je 16 al, hè? Nou, zoiets. En je bent nu? 31. Ja, nee, maar ja. Stefan was een beetje de kroonprins van het... Stand-up comedian gebeuren. Gilde. De Prince Charles, weet je. En net niet worden elke keer. Dat is een beetje wie ik meestal ben. Meestal als je dat bij trainers hebt. Ja, de Robert Maaskant van de stand-up comedian. Dan gaat het nooit goed mee. Nee, ja, dan gaat het dus meestal mis, ja. Maar nooit dus ben je ook misgegaan? Nou, dat is behoorlijk wel misgegaan, ja. Maar het zou ook een keer leuk zijn als het een keer goed gaat. Maar het is leuk om hier altijd te zitten. Dit is mijn moment of shine. Ja, is eens het in de zoveel tijd. Oké, okay. Nou mooi. Gisteren Ajax natuurlijk, daar eerst over hebben. Jij was erbij, Jean-Paul? Ja. Hoe was het? Behalve dat je voor mij de eerste 10 minuten niks gezien hebt. Nee, ja, de standaardsupporters die besloten wat vuurwerk af te steken. Dan vind ik dat altijd wel leuk. Alleen ze besloten het daarna in het vak eronder te gooien. Dat was een beetje jammer. Maar het dak was dicht. Ja, dus dan blijft die rook lekker hangen. Maar uiteindelijk toch wel gezien dat Ajax... op het laatst gaven ze nog bijna weg. Maar daar was voetballend gezien echt totaal geen aanleiding toe. Want Ajax was veel beter. Ja, van Standaard ook... ja, ik heb Standaard lang niet meer gezien. Oh. Maar volgens mij... Dat is totaal niet meer de ploeg van 8-9 jaar terug. Nee, precies. Jij hebt altijd wel liefde gehad voor Standaard, toch? Ja, het is een beetje dat cliché van als je bij Maastricht de grens overrijdt, dat je in een andere wereld terechtkomt. Weet je wel? Dat is op voetbalgebied ook een beetje zo. Ja, bij Luik begint toch een beetje Zuid-Europa. Ja, het is een fantastische sfeer. Moeten wij nog steeds een keer heen. Allemaal ietsje minder goed onderhouden. Maar... Zaten we in de top 10, toch? Van de meest bedroevende steden van Europa. Luik. En met Charleroi geloof ik als nummer 1. Ja, daar ben ik ook geweest. Dat is inderdaad nog veel erger. Maar naar Luik zou je voor het voetbal allemaal een keer moeten gaan. Ja, ik zat toen een keer bij. Ik ben één keer bij Luik geweest. Toen zat ik naast jouw adjunct over de Joeri van der Buske. Die volgde toen AZ. Toen was het Standaard Luik AZ. Toen was Koeman net ontslagen. Bollet. Ja, en toen zei Joeri naast mij na 3 minuten. Hé, maar Niel, Standaard gaat gewoon in de laatste minuut scoren. Maar dat zei hij al in de 3e minuut. En AZ stond 1-0 voor. En het was denk ik de 95e minuut. Laatste bal. Bal komt voor. En het is die keeper. Sinan Bolat. Bolat. Die knikt hem weg binnen. En gewoon 38 keer hoorde hij alleen Sinan en dat publiek. Ja, Bolat. Het was echt een verschrikkelijk... De omgeving was verschrikkelijk, zeg maar. Maar de sfeer in dat stadion was waanzinnig. Maar dat geeft het toch juist, doordat die omgeving zo troostloos is... met allemaal fabrieken die al 50 jaar niet meer in gebruik zijn. Dat geeft natuurlijk wel zo'n wedstrijd en zo'n club wel een extra... En het was de eerste keer dat we zagen dat het meer een spits was dan een keeper. Want ik heb hem van dichtbij meegemaakt. Hij heeft een tijdje in Istanbul gezeten. Ja. Hele matige keeper. Met een cv waar je u tegen zegt. Ja, zo kan het lopen. Ja. Ik kreeg vandaag trouwens het verwijt van de persverlicht van Nel Zelftal... waarom wij gisteren geen programma hadden over de Europa League. Ja, 5 van de 7 dagen is nog steeds niet voldoende... maar het is altijd goed om te horen, denk ik. Ja, maar is het nou bij jou zo'n week ook dat je nu gewoon echt... elke avond alles zit te kijken of pak je wel je momenten? Nee, ik pak mijn momenten. Ik kijk niet alles. Ik probeer af en toe ook nog eventjes iets anders te doen dan voetbal. En ik heb wel Ajax zitten kijken. Dus dat vond ik echt leuk om te zien. Omdat ik ook erg benieuwd ben wat er bij Ajax gebeurt. Ik vind het sowieso leuk wat er op dit moment bij de Nederlandse top 3 gebeurt. Je ziet bij al die clubs iets aan het veranderen. Die coaches vind ik interessant. En met name die spelers die bij Ajax nu de kans krijgen. Traoré, daar geniet ik van. De tweede helft, dat balletje door de benen. Ja, weet je, het had helemaal niet gehoeven. Het was ook helemaal niet op een plek waar je denkt, moet dat nou daar? Ja. Maar dat vind ik geweldig. Maar is het zo dat je nu bent veranderd, dat je...
Of had jij vroeger ook eigenlijk, toen je opgroeide, je bent ook lang journalist geweest, ja. toen chef geworden, dat je ook niet alles keek? Of was ja. het vroeger was je nee, zoals heb... Jordi en Jean-Paul die altijd nee, alles kijken? Nee, ik heb niet gehad dat ik altijd alles keek. Nee. Nee. Jij wel, nee. Steve? Nee, ja. Ik moet vaak werken 's avonds. Dus eigenlijk zondag, dan, als ik dan het weekend helemaal heb gewerkt, zondags mijn vrijdag, dan kijk ik de hele dag voetbal. Maar door de week heel vaak lukt het me gewoon niet. Dus zoals gisteren. Ik kon gewoon niet kijken. Nee. Hey, ik vind het stadion nog steeds leuk. Ik heb als verslaggever inderdaad. Ja, ik heb zoveel stadions gezien, zoveel mooie wedstrijden in mijn leven, dat ik dat van binnenuit bekijken vind ik altijd nog leuker dan voor televisie kijken. Ja. En ik heb ook niet zo'n gekromd Samsung scherm, zeg maar. Dus dat scheelt misschien ook. Misschien moet ik dat ook eens aanschaffen, maar dat zullen ze thuis niet echt. Moet je doen met VI gesloten en Samsung? Ja, nee, dat niet. Maar dit is wel heel grappig. Name drop en als je nog één keer doet, dan is het grappig. Dan is het zo? Oh, dan ga ik er nog één keer doen. Het is grappig dat je dat zegt, want ik ben ook echt een stadionbezoeker, maar er zijn ook heel veel mensen. Jij bent er een van die zegt van, zet mij maar gewoon lekker thuis op de bank voor de tv en alles zien. Ja, nee, ik in de Amsterdam Arena die roltrappen, ik ben daar helemaal voor. Maar ja, niet iedereen deelt die mening met mij. Nee, maar nou is dat misschien niet het allerbeste stadion om te zitten, maar bijvoorbeeld Standaard Luik, als dat vol zit ja. in dat stadion, man, dat is toch geweldig. Absoluut. Echt, dat soort stadions. Ik ben ooit bij Boca River geweest. Dat is de allermooiste wedstrijd ooit. Dan ligt de grote lat ook hoog. Ja, ik wil in La Bombonera. Een ander stadion. Alles daarna is wel minder. Toch? Dat is absoluut waar. Alleen, dat is het stadion wat je op je Twitter-account als profiel. Nee, dat is River Plate. Oh, River Plate. Ja, dat zei ik. Die ronde. Ja. Monumentaal is dat. Ja. Ja. Maar La Bombonera en dan in de wedstrijd tegen River. Ja, dat is fantastisch. Het hoogtepunt aan mijn leven, zeg maar, bijna. Ja. Op voetbalgebied, moet ik het dan meteen maar even bij zeggen. Want je schoonmoeder zit te kijken, ja, hè? Ja, schoonmoeder zit te kijken, dus ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Nee, maar dat is wel grappig. Oud columnist van jou, Sjoerd Moussou. Ik heb ooit dat verhaal van hem gelezen, wat hij met zijn vrienden had afgesproken. Ooit een keer naar La Superclásico. Ja. El Superclásico, ja. daarin te gaan. Het lukte niet. En toen hebben ze op me na 10 jaar gezegd, oké, dit jaar gaan we. Iedereen die mee wil, die moet mee en anders maar niet. Toen zijn ze gegaan en hij zei, alle verwachtingen heeft het absoluut waar. Maar hij ging naar Buenos Aires. Ja. En dat is echt, dat kan ik iedereen aanraden, dat moet je een keer doen. Daar zitten 34 profclubs. En allemaal grote stadions. En dat is geweldig. En dan pak je gelijk, zou ik zeggen, Rosario mee, Newell's Old Boys. Dat is in Argentinië voetbal kijken. Ja, ik heb niet in Brazilië in dat grote stadion gezeten. Dat had ik ook graag een keer gewild. Maar Argentinië, dat is zo heftig en zo intens, jongen. Dat is fantastisch. Moet je ook soms nog wel eens rennen voor je leven, toch? Ja, dat klopt. Maar daar hoort er een beetje bij. Kijk, precies. Als je naar Boca River, dat hangt continu. Hangen daar 3 helikopters boven het stadion. Je gaat daar door de wijk La Boca, waar alle ramen zijn dichtgetimmerd. En dan begint die wedstrijd. Ja, heerlijk toch? Ja, dat is voor mooi. Heb jij wel eens zo'n... Dat je ja, ik heb wel een Zuid-Amerikaanse wedstrijd gezien in Cusco. In Peru. Speelden ze half finale van... Was de Europa League van Copa Libertadores? Dat is de Champions League en die eronder is het. Copa... Oh, Copa. Nee, ik sla hier Copa Sudamerica? Ja. Copa Sudamericana. Ja. Dat is het. Ja, wel hè? Ja. Nou ja, dus, maar dat is heel hoog. Dus Cusco is heel hoog. En toen kwamen ze daar voetballen. En toen kwamen we binnen. En toen kwam een gast naar ons toe. En zei van, hey, wil je de beste plekken van het stadion? Dus echt afgetrapt stadion, hè? Zo, ja, hoe duur is dat dan? Zeg, ja, als je me $4 geeft... Krijg je de beste plekken. Zo, hoe? Dus wij zo... ik geef je 8 en dan ga ik breed zitten. Voor 8 mocht ik meedoen. Ja, ja. Dus ik geef zo $4 met wat vrienden. En we lopen zo naar het midden. En gewoon mensen staan op en die gaan weg. En dat is hoe zij dus geld verdienen. Die zijn als eerste in het stadion. Die gaan er dan zitten. En dan betaal je geld. En dan gaan zij weg. Ja. Maar was het wel een goede plek? Ja, het was echt een hele goede plek. Oh, dat wel. Een hele goede plek. Okay. Dat is wel goed. Ja, want het shirt wat je aan hebt, dat komt niet uit Peru. Mexico, hey, hè? Unam Pumas, ja. Mexico, toch? Ik zag het, ik dacht zo, fucking vet. Ik had dit shirt vroeger bij de gym. Dus ik dacht, ja, ik wil meer. Ja, terecht. Deze is precies hetzelfde, tijdens de gym. Is uitgeroepen, tot het mooiste shirt in de 4-for-2. Oh, ja? Ja. 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 Ja, die kleuren andersom is ook echt fantastisch. Maar over de grens, of... Internet? Want ik heb internet. Internet, ja. Je moest wel flink zoeken, ja. Ja, precies. Want ik heb het bij Pieter Horstman, die werkt tegenwoordig bij Nike, heb gevraagd, maar dat was niet mogelijk. Nee, maar goed, Stefan,
Ja, dus Stefan wil, dus... Maar jouw stadion, ervaring? Ja, je bent wel voor mij bij een keer bij Venner, toch? Is Venner... Kalle het schrijven, ja, dat was inderdaad. Dat was de laatste derby. Dat het nog mocht, toch? Dat uitsupporters en zo. Ja, en nu is dat gelukkig weer teruggekeerd. Want afgelopen weekend was bij Bistus Galatasaray was ook weer met uitsupporters. Wel een klein groepje, van mij 2000 kaarten hadden ze beschikbaar gesteld. Ja, Alisam, het vervelende was dat Venner won 0-1. Maar ja, de dag ernaartoe, zeg maar. En dat is ook, zeg maar, door die wijken lopen. Er is één startplaats. Nevisade, daar komen alle supporters samen. En dat begint 's ochtends om 11 uur of 10 uur. En om 2 uur, die wedstrijd was om 7 uur 's avonds. Om 2 uur zeiden die vrienden van mij die we wonen van, we gaan naar het stadion. Nou, ik woon op Steenworp afstand van de arena. En ik ben er gewoon bij de aftrap, want ik pak op mijn scooter. Ja, dat is 10 minuten. Nou ja, nu gewoon ruim 5 uur voor de aftrap staat het stadion vol. Maar dat is het, hè. Dat is wat jij zegt, dat klopt. Die voorbereiding. Bij Boca Ribe zaten ze ook gewoon 1,5 uur van tevoren zaten ze in het stadion te zingen. Ja. Het regende die dag. Dat is helemaal mooi. En dan gaan die Argentijnen al dat shirtje uittrekken. En dan met zijn sjaaltje om die pols zo. En maar zingen. En dan beweegt het stadion ook echt. Ja. Maar die hele wedstrijd, de hele dag ernaartoe. Iedereen praat erover. Je hoort de hele dag die helikopters. Dat vind ik ook fascinerend. Dat je de hele dag al helikopters... Dan voel je de spanning van dat er iets te gebeuren staat. Ja, dat is echt fantastisch. En dan in Nederland en in Europa heb je natuurlijk vaak die paarden die dan door die straten gaan galopperen en zo. Dus dat is wel heftig, hoor. Dat is wel gaaf. Dan gaat al die adrenaline... In dat licht wil ik de mensen absoluut adviseren. Het is dit jaar het laatste jaar dat Atletico Madrid in het oude Vicente Calderon speelt. Die gaan ook naar een gedrocht buiten de stad. Daar heb je ook geweldige passie bij de mensen. En ook nog best wel leuk voetbal natuurlijk. Dus als ik mensen één tip mag geven om naar een goede voetbalwedstrijd te gaan, zou ik er eentje van Atletico Madrid dit seizoen uitkiezen. Ik ben serieus aan het proberen om nog kaart te krijgen voor Atletico tegen Real. Volgens mij 20ste of zo, 26ste. Maar het is niet te doen, joh. Het is niet te doen. Dat schijnt gewoon de meeste hotte ticket te zijn voor dit seizoen. Tegen Barcelona kun je de laatste kaart. De laatste keer in Vicente, ja. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, dat, dat is ik zelf hetzelfde denken wat ik... ik heb ooit Olympiakos meegehad. Olympiakos, ja. Olympiakos AZ voor de Champions League. En wij zaten niets vermoedend in een busje naar het stadion. We werden met van alles bekogeld. Wij waren journalisten. En toen maakte Olympiakos 10 minuten voor tijd 1-0. En toen flikkerden er 6 cola dingen. Een journalist flikkerde van de rijder voor... Gewoon journalisten. En ik dacht... Ja, dat is toch wel iets anders dan in het DSB-stadion zitten op een zondagmiddag. Ja, die beleving is Griekse, gewoon... Maar het is sowieso... Ook, we hebben ooit eens een keer met zeg ik, maar Feyenoord speelde ooit tegen... Oké, nou, dat is duidelijk. Weten we dat ook. Heel goed. Ooit eens een keer in Oostenrijk bij een clubje, een semi-amateurclubje was dat. En dan zat je dus als journalist op een soort eretribune-achtig ding. En dan zat je verhaal te tikken en achter jou... zaten de supporters van Feyenoord gewoon mee te lezen. Nou, dat is ook niet echt leuk, hoor. Feyenoord speelde heel goed. Serieus. Nee, maar ik zat naast Robert Misset, die bij de Volkskrant zit. Ja. En die had al een paar linia's staan, zeg maar. En dan ging gewoon de gast meelezen. En... waar schrijf jij voor? Nou ja, dat soort teksten krijg je dan. Dus ik ben altijd blij dat er een pestribune is op dat soort plekken. Als we het over die beleving hebben... is dat dan ook als jij zeg maar met je collega's... ik neem aan dat je met collega's in het buitenland ook contact hebt... Hè, die bladen maken en zo. Ja. Is dat ook totaal anders hoe zij bladen maken... als je ziet hoe wij het net hebben over stadionbeleving en zo? Nee, ik denk dat er niet heel veel anders is. Ik bedoel, jongens van 442, die kijken er op dezelfde manier naar. Voor hen is voetbalbeleving ook heel belangrijk. Kijk, ik vind dat bij VI hebben we daar soms te weinig... of soms, we hebben daar gewoon te weinig aandacht voor. We hebben nu een verhaal over zo'n gast die al die stadions... en groundtoppen, dat is geweldig. Die ken ik, dat is echt geweldig. En dat moeten wij vaker hebben, weet je. We moeten vaker vanuit de supporter kijken naar voetbal. Dus veel meer vanuit die beleving... van ja, hoe beleef je het nou als supporter? Want in feite zijn we allemaal supporters. En maakt het niet zo heel veel uit of je nou een derde klasse wedstrijd in Engeland kijkt. Standaard Luik. Of Banská Bystrica, waar ik ooit op een... sorry? Op een type Banská Bystrica. Daar speelde Ajax ooit een Europacup wedstrijd. Ja. En ook een soort beroepsdeformatie veel bij sportjournalisten. Daar hebben we hier al vaak zat over gehad. Ja. Beetje gechargeerd, maar van ik moet alweer naar dat kut Atletico, weet je wel. Ja. Terwijl, het is... Ja, nee, schandaal. Maar dat gebeurt, als dat zo is, dan moet je stoppen. Leuk, ja. Dan moet je gewoon stoppen. Nou, wij zaten er vorig jaar bij Atletico PSV. Ja. Voor mij hebben een soort moeheid bij sommige journalisten. Er zaten een paar van, het is wel een oud stadion. En dan denk ik, jongens, dit is toch het allermooiste wat er is. Maar het mooiste was toen dat iemand zei, maar deze sfeer heb je ook bij de Graafschap.
En dat nou, kan ik dat. Als je ja, maar, ja, jij kent mijn voorkeur, en ja. Dat is mijn club. En dan denk ik, ja, daar heb je wel sfeer. Maar het is niet het Vincente Calderon, nee. Dat is wel een bouwd statement. Champions League, knock-out fase. Ja, zo nee, met op de Vijverberg. Een broeierige avond in Madrid. Ja, maar als je dat gewoon begint te vinden. Ik ben daar een paar jaar lang chef geweest. Heb ik altijd gezegd, oh, de eerste beste verslaggever die dat normaal gaat vinden. Sorry, die moet weg zijn. Heb je er wel eens iemand uitgeflikkerd waarvan je merkte dat... Of ik kwam er niet achter of ze lieten... Nee, maar ik heb meegemaakt, wij zaten op een gegeven moment... bij het AD deden we de WK in 98 in Frankrijk. En ik had een vrije rol, dus ik zou de finale doen. Nou, prima, dat spreek je van tevoren af. En we hadden Nederlands Elftal, dus er zitten dan ook verslaggevers bij Nederlands Elftal. En die volgen hem dan voortdurend. Dus de voorbereiding, het toernooi, ja. Noem maar op. En op een gegeven moment kom je in de situatie. In 98 speelt Nederland zelf op zaterdag in Parijs. Parc des Princes tegen Kroatië. En op zondag in Parijs speelt Brazilië Frankrijk. Dus ik had tegen mijn collega's van Nels, wat ik deed dan niet in Nederland zelf al. Dus ik zei, nou, ik kom zaterdag ook even kijken. Vind ik leuk. Dus ik heb die wedstrijd tegen Kroatië. Ik zei, jullie komen zeker morgen de finale kijken. Nee, we gaan vannacht naar huis rijden. En dan denk je, WK-finale. Ja. En later hebben ze me dat uitgelegd. Dat je... Als je een groep volgt, in dit geval Nederlands Elftal als journalist, dat zie je vaak. Ja. Dan word je zo één met die groep. Dus je moet ook naar huis omdat dat je verloren hebt. Je op een gegeven moment het gevoel hebt van, ja, ik ben helemaal leeg. Ja. Het is op. En ik heb er later wel eens tegen een van de jongens gezegd van, hoe kan dat? Dat je een WK-finale laat lopen op zo'n moment. Ik vond het onbegrijpelijk. Maar schijnbaar werkt het. De mensen dus, werken dus ook niet meer in de voetbal. Nou, er werkte nu één als eenmaal bij de KNVB, hè. Dus... Van Eindhoven was er een van. Maar ik weet niet, maar ik weet ook wel van mezelf. Als je er echt middenin zit en je verliest dan wil je ook even dat het niet meer bestaat. Dus ik kan me wel voorstellen. Ik ben deze zomer naar de EK-finale geweest. En totdat de verlenging begon, had niemand in het stadion de rekening meer houden dat Frankrijk ook wel eens niet kon winnen. En ik ook niet. En ja, dan is het wel heel zuur als je verliest. Maar vind je het een goede ontwikkeling dan dat iemand zo verbonden wordt met een team vanuit journalistiek oogpunt? Het is ook gevaarlijk. Nee, dat is gevaarlijk. Kijk, alleen voor mij was het de eerste keer dat ik dus ontdekte hoe het werkt, blijkbaar. Als je met z'n groepen. Het gekke was, af en toe sloot ik ook wel eens aan bij de jongens. En dat was net alsof ik een buitenstaander was. Zit je terwijl je. Dat zijn gewoon je collega's, maar dan kom je even van buitenaf kijken hoe het bij even, in de club gaat. Ja, hoe gaat het bij jullie? En dan denk je van, nou ja, we zijn gewoon collega's. Elke dag werk je met elkaar. En het is net alsof er dan een soort groep ontstaat. En zeker in 98, waar Nederland ook goed speelde en waar een goede sfeer heerst op dat moment. Dat was een heel raar fenomeen, vind ik dat. En daarop inhaken met bijvoorbeeld bij VI in de praktijk het aanwijzen van clubwatches. Heb je dan liever iemand die voor de club is, wie dat bekijkt? Of liever juist niet? Nou, eerlijk gezegd hou ik er geen rekening mee. Nee. De enige vraag die ik heb is, kan je dat scheiden? Ben je een goede journalist of niet? En dan moet je dat kunnen uitschakelen. Kijk, juichen op de perstribune? Nee, kijk... Mag dat? Ik ben niet zo principieel dat ik zeg het mag nooit. Ik kan me situaties voorstellen dat je een kleine yes, dat je dat niet kan onderdrukken. Zoals een scheids dat ook wel eens doet. Ja, maar ik heb ook naast Kroatische verslaggevers gezeten die ook echt met een sjaaltje om hun pols gingen zwaaien. Ja, sorry, maar dat moeten we echt niet doen. Maar ik ga ook niet zo ver, zoals sommige collega's zeggen, je mag nooit juichen als Nederland in de laatste minuten, weet ik veel, beslissende goal maakt. Het is je voorkeur en het is toch niet zelf voor de gek houden om dat niet te doen? Nee, je moet jezelf twee of drie weken geleden zie je te vals bij PSV, weet je wel, dat die voor Atletico's Ik vind het een heel groot verschil. De kijker of lezer hoort er niks van te merken. Dus inderdaad, als jij begint te juichen op de perstribune, ja, zolang de lezer er niet in terugleest hoe ongelooflijk blij jij bent dat Kroatië in dit geval die goal maakt. In het geval van Sieter Vos, van mij mag hij 8 keer de polonaise lopen inwendig, mag hij het ook buiten de uitzending nog 1000 keer zeggen hoe blij hij was met die gestopte penalty. Alleen je moet dat niet aan je publiek laten horen. En ik vind het ook raar, eerlijk gezegd, als een Nederlandse commentator ineens heel enthousiast over Spanje, over een Spaanse club gaat doen. Ja, hij was wel lang. Ja, nee, maar kijk, Siert heeft zijn fans en zeg maar zijn tegenstanders. En antwoord zit jij bij die tweede groep? Ik ben geen tegenstander. Ik vraag me alleen af, gaat het om Siert of om het voetbal? Ja. Nee, dit zijn events die om Siert heen georganiseerd worden. Ja. Maar we hebben het net, jij hebt het over de aanstelling van Clubwatch. Er vraagt iemand hier, die hoort bij de nieuwe generatie journalisten, een Pieter Zwart. Ja. Hoe kwam je erbij om die in dienst te nemen? Voor mij heb jij dat niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan, maar ik was wel heel blij dat hij in dienst is. Ja, want hoe kijk je daaraan tegen die ontwikkeling van nieuwe
andere journalisten, laat het zo zeggen. Ja, nou, ik ben daar heel erg voor. En Pieter heeft ook... ik ben in mei begonnen en Pieter heeft eigenlijk sindsdien een steeds prominentere rol gekregen. Kijk, de manier waarop Pieter naar voetbal kijkt, is een beetje een soort semi-wetenschappelijke manier. Veel met data aan de slag, daar ben ik erg voor. En ik vind juist dat VI dat nu veel te weinig doet. Dus met name het hele op online... moet Pieter een veel groter podium krijgen om daar zijn ding te kunnen doen. En ik probeer ook zeg maar, wat meer traditionele journalisten bij VI... Om wat meer met data bezig te zijn en ook dat aan de lezer te laten zien. Dus ik vind het juist goed dat beide eigenlijk er zijn. Dus je hebt er wat meer traditionele journalisten. Ik noem dat altijd de jongens die ook met oud-internationals... die dan een mening hebben en dat soort dingen. Nou, prima. Dat hoort er ook bij. Maar daarnaast heb je ook de jongens zoals Pieter. En ook die hele Duitse voetbalschool met al die trainers die nu doorbreken. Die op een hele andere manier naar voetbal. Super interessant. En beide is toch interessant? Nee, ja, super. Ik zou niet willen kiezen. Maar het botst wel is dat, vaak natuurlijk. Nou, maar dat wil ik dus zeggen. Want het botst zeker op Twitter en zo. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jullie intern ook botst. Tuurlijk. Mensen denken, wie de fuck is die Pieter? Tuurlijk. Die komt van zijn zolderkamer en die krijgt nu een prominente rol binnen VI. Natuurlijk botst dat. En het is aan mij om te zorgen dat ik steeds uitleg... zoals je in het team ook verschillende type spelers nodig hebt. Heb je op een redactie heb je ook verschillende mensen nodig... die verschillende dingen doen. En Pieter is met name iemand die spreekt ook een heel groot deel van het publiek aan. En ik denk publiek dat op dit moment niet betaalt voor VI. Het is publiek dat ofwel gratis bij onze apps en onze site langskomt... Ja. Maar die niet een abonnement op het blad heeft. En dat hoeft voor mij ook niet. Alleen wil ik wel dat ze straks een abonnement nemen. Een digitaal abonnement op de digitale VI. Dus zeg maar het premium. Ja. En dat moet je dus dat moet je gaan bouwen. En daar zijn we nu druk mee bezig. En daar gaat Pieter speelt daar een hele prominente rol in. Hoe kijk je daar aan tegen? Hou je er een beetje mee bezig met dat soort dingen? Nou ja, het is gewoon leuk om die data dan te zien. Omdat het... Ja... Het maakt het. Dat analytische is ook wel weer gaaf. Ik kom van een achtergrond dat ik altijd wiskunde en dat soort vakken gewoon heel leuk vond. Dus als het dan ineens op getallen aankomt en voorspellen ervan, dat interesseert me enorm. Dus als dat langskomt bij VI, dus zeker de artikelen die ik lees. Ja, Pieter ideale... zat hier natuurlijk woensdag ook. Dus zeker. Laten we afkikken, maar even een veer in de reet steken. Ik vond het echt fascinerend hoe hij dat deed. Jij zat ernaast, Jordi. Ja, maar tijdens het EK heb ik ook een paar keer naast hem gezeten... dat ik in die rust periscope-analyse zit te kijken. Heb ik nou hetzelfde zitten kijken? Of ja, maar ook vooral omdat het alternatief is. Dus dat je bij Veronica, wie zat daar? Heeft iemand het? Ik heb het niet gezien, maar dan is het 14 of 13 minuten reclame... en dan krijg je 3 of 4 minuten nog iemand die daar tegen betaling zijn mening geeft. De conclusie van Heid, ik ga laatst in de rust, was Atletico speelt in rood? Ja, laten we daarmee. Ophouden, ja. Daar kan John Heijter er niks aan doen, die zit daar. Maar ik vind John niet de beste analist. Nee, maar ik bedoel, daar kan John dus niks aan doen. Dat hij wordt geboekt. Ja, dat is waar. Ja, die heeft weinig voetbal. Het zijn de keuze van de zender. Ja. Maar het verschil is zo enorm. Ik bedoel, als je gewoon 15 minuten bij ons dan woensdag kijkt... Nou, dan ben je gewoon, heb je echt wat opgestoken. Kom je gewoon, heb je zin in die tweede helft. Ga je voor een bekend poppetje of ga je voor iemand die niet zo bekend is? Maar ik moet wel zeggen, wat Jordi ook zegt over Pieter... want ik zat er ook naar. Wij kijken ook wel naar voetbal. Hij zit toch wel op een ander niveau dan... Dat vind ik wel... Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dit er gewoon niet leuk vinden. Nee, eens. Omdat ze denken, ja, dat is allemaal waar. Maar als die paal de binnenkant paal ingaat, dan praten we nergens meer. Dat vind ik ook voor een groot deel weer de charme van het voetbal. Dat het vaak niet te grijpen is. Nee, precies. Maar daarvoor heb ik vond ooit in de eerste piek tussen de datajongens en de ouders. Dat was volgens mij toen Mikos. Waar Peter ook dat nog wel kan herinneren. Toen heb ik ook de volgende dag gezegd. Wat ik het liefst zou willen hebben, is dat ze samenwerken, zeg maar. Ja. Het data-aspect en het gevoelsaspect. Ja. En dat je daar volgens mij een heel tof stuk mee krijgt. Omdat je dan gewoon een stukje onderbouwing hebt. Maar ook iemand gewoon die het vanuit... Ja, het supportersperspectief goed kan opschrijven, mooi kan opschrijven. Christian, geloof je al in expected goals? Of zeg je van moa? Nou, laten we zeggen dat we stap voor stap moeten gaan. En op een online platform gaat dat sneller gebeuren dan in het blad. Ja. Kijk, uiteindelijk vind ik het prima als je voor het ene publiek moet je voor het plat, zeg maar, is een ander publiek. Dus dan moet je ook een ander soort verhalen hebben. En daar moet je Pieter voorzichtig. Pieter heeft laatst uitgelegd in een analyse wat het verschil is tussen de werkwijze van Bos en de boer. En de kop boven dat artikel is: het verschil tussen Bos en de boer is 5 meter.
Want dat was namelijk Bos verdedigd 5 meter verder naar voren dan de Boer. Ja, dat is in al zijn eenvoud is dat hartstikke interessant. Ja. Nou ja, en dat is dan gecombineerd met een stuk van Freco over Ajax. Ja, wat heb jij nou? Nou, ik wou net even zeggen, we hadden het over het gevoel. Dus je gaat naar het stadion voor het gevoel om alles mee te krijgen. En soms als ik thuis zit, dan vind ik het leuker om zo analytisch in de rust iets mee te krijgen. En soms heb ik daar helemaal geen zin in. Weet je? En dan zit je gewoon in die wedstrijd. Dan wil ik helemaal niet met getallen naar mijn hoofd gegooid krijgen. Nee. Dus dat is wel. Ik kan me voorstellen, als je in het stadion zit, dat je niet zit te wachten op statistieken. Nee, maar dat deed Pieter ook hier in de rust. Eigenlijk niet met data. Het was meer tactisch wat hij uitlegde. Ja, nee, het is vooral natuurlijk omdat als je in het stadion zit en je kijkt en je hebt maar 1 sample size, namelijk die wedstrijd, en je hebt alleen maar je 2 ogen. Dat is redelijk onbetrouwbaar. En die jongens kijken het gewoon over een veel grotere... Ja, maar in het stadion kijk je vaker toch wel echt als fan. Dus al gaat het slecht, dan ga je toch... Het is een beetje een voetballer na de wedstrijd dan... vragen hoe was de wedstrijd. Ja. Daar heeft hij een heel eigen kijk op, die niet altijd strookt met de werkelijkheid. Nee, ze laten bij Ajax ook in de rust altijd de statistieken van de wedstrijd even zien op het scherm. En dan denk ik ook altijd van ja... Op tv had ik dit super interessant gevonden, maar inderdaad, in het stadion ben ik er helemaal niet mee bezig. Nee. Je kan beter fragmenten laten zien. Ik denk dat het veel leuker is. Ja. Als je nog even herbeleeft. Absoluut. Want dat is, want dan krijg je die emotie dat je denkt, net mis net raken. Ja. Geweldig, dan ga je nog eens even herbeleven. Maar daar zijn ze heel voorzichtig mee, hè, met beelden in het stadion. Dat is, een klein beetje discutabel, want het komt niet op het scherm. Nee. Want hebben ze bij AZ niet laatst een hele discutabele ding laten zien? Of zijn ze dan heel gedoe over? Als ik het goed heb, hebben ze vorig jaar die buitenspelval een keer laten zien, waar Nijhuis totaal verkeerd zat. Ja, die ja. Vorige week gingen ze FIFA op het scherm. Ja, dat in de rust. Dat is trouwens wel mooi. Bij AZ was het altijd heilig voetbal alleen op het veld. Toon Gerbrands ooit 1,2 miljoen geïnvesteerd in het veld. En als een van de weinigen in Nederland dat er alleen op gevoetbald moet worden. Nieuw algemeen directeur, Amerikaanse visie, moet het veel meer gebruiken dan voor alleen voor voetbal. Dus zag je vorige week mensen in de rust op het veld zitten. Technisch was er nog wel wat mogelijk volgens mij. Wat zag er nu een beetje met verlengsnoeren en 2 joysticks met draden en zo. Het was niet super, maar het was op zich hartstikke leuk. Ik weet niet of iedereen op de tribune erop zit te wachten om naar 2 jochies te kijken die potje FIFA op de schermen spelen. Nee. Maar een ander gaat pissen, een ander gaat bier. Ja, komt wel goed. Over VI, hoe lang denk je dat een blad nog bestaat? Nog heel lang. Ja, denk je dat echt? Ja, dat of moet je dat echt nu zeggen omdat je schoonmoeder en uitgever zitten te kijken? Nee, helemaal niets. Je hebt er weinig vertrouwen in zo te horen. Ja. Nee, ik moet niks. Nee, ik heb heel veel vertrouwen in papier en in een blad. Ik denk dat echt nog heel lang, dat de mensen nog heel lang het gevoel van de rust, het eventjes weg kunnen leggen, het opnieuw kunnen pakken. Hmm? Ja, dat is ook wat waard. En ik zeg wel eens tegen, en dan voel ik me echt een oude lul worden. Ik ben 47, dus ik vind mezelf nog niet zo oud. Maar anderen soms wel. En zeg ik wel eens, er komt een moment in je leven, zegt opa dan, dat je al die prikkels de hele dag om je heen niet meer interessant vindt. Want je moet je hebt al een baan, je hebt een gezin, noem het allemaal maar op. En dan wil je even de rust. Nou, en in die rust past een blad. Ja. En dat is even rustig. Ga je dat ook in de layout dan meer en meer vormgeven? Dus ja, dat hoort, hebt... ja, nee, maar dat hoort een andere layout. Daar hoort dus meer rustmomenten in. Ja. Er hoort misschien ook wel een andere dag in. Dat je zegt van waarom moet je dan op woensdag zitten? Ja. Want je zou ook op vrijdag uit kunnen komen. Zodat je dat weekendmoment ook echt mee kan pakken. Dus dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. Of niet wekelijks? Maar dat zou ik zonde vinden. Ik bedoel, het zou kunnen als het ooit een keer de economische noodzaak is. Maar ik zou het zonde vinden als het wekelijkse ritme. Want dan maak je echt een ander blad. Als je een maandblad maakt, maak je echt een ander blad. Ja. Dus dat weekritme zorgt er ook voor dat je dat nieuwsgevoel, dat urgentiegevoel, dat je dat nog wel hebt. Want er is een categorie mensen die niet de hele dag online alles nieuws zitten checken. Ja, die zitten hier niet. Staat dat? Ja, die zijn ouder dan 40 over het algemeen. Okay. En daar heb je dan denk ik toch even dat moment. Want mensen krijgen ook niet alles mee. Nee, ik hoop maar het heb jij er nog vertrouwen in? Maar het is meer als ik het een beetje kijk. Als je dan in het buitenland bent, wat daar in de schappen ligt. En wat overeind blijft. Kijk, in Amerika. Kijk, ik heb hem toevallig, wilde ik hem meenemen. Sports Illustrated wordt daar nog steeds wekelijks uitgegeven. Maar dat is wc-papier. Hè? Ja. Het is gewoon het gekozen papier wat er is. Ja. Wordt wel wekelijks. Het is super goedkoop. Dus, ja. Maar hun verdienmodel is echt online. Ze blijven het nog wel uitgeven. Maar ik ben benieuwd
of dat echt daadwerkelijk nog zo blijft? Ik kijk veel naar Sportbeeld. Dat vind ik een uitstekend voetbalblad. Het is iets breder, want er zitten ook andere sporten in. Maar die zijn nog steeds in staat. Die hebben ook heel veel abonnees, maar die hebben ook een hele goede online propositie. Ja. Op het moment dat wij in staat zijn om online geld te gaan verdienen, meer dan dat we nu doen, en we kunnen daar een publiek aan ons binden, een abonnee, ja, dan zorg je daarmee dat het model voor print in leven blijft. Ja. En dat is interessant, omdat vroeger precies omgekeerde gebeurde natuurlijk. Ja, ja. Moest print zorgen voor alle online initiatieven. Alles wat je deed, ja. Ja. Dus de kunst is om de komende jaren dat model om te draaien. Maar waarom zou je het dan nog in leven houden als er geld bij moet zijn? Omdat ik denk dat daar een publiek voor is. Nee, nu moet er geen geld bij, maar in de toekomst... Nee, maar ik bedoel in de toekomst, als je online verdient en daarmee zeg maar het offline faciliteert, zou je ook af kunnen vragen, ja, als er geld bij moet voor offline, waarom je het nog zou doen? Ja, het kan ook zijn omdat je de keuze maakt dat je voor die groep mensen nog steeds relevant wil zijn en iets moois wil bieden. En bijvoorbeeld specials die we maken, die doen het ook hartstikke goed. Mensen hebben toch het gevoel, een cadeautje, dat werkt ook. Een EK-special die lekker dik is, gelijmd, een glimmend papier, zit alles in. Nou, dat is nog steeds sterk. Is ook het verschil tussen zeg maar naar een digitale foto kijken op iemands telefoon en dan gewoon een echte foto in je hand hebben. Ja. Dan voelt het echt alsof het echt een moment is dat je dan handtastelijk maakt. En, had je veel digitale foto's nog afdrukken? Nee. Niet? Nee, ja, ik heb maar mijn vriendin heeft nu zo'n Polaroid-camera. Maar ik denk dat ik dat toch veel leuker vind. Ja, ik ga je toch snel kijken. Die digitale fotolijstjes, ik heb er geen één. Nee, ik zie ze ook niet bij iemand thuis voor de rest. Mijn ouders. Maar ik voel me af. Ja. Ja. Ja, die hebben één zo'n lijstje en dan gaat steeds zo'n foto doen. Dat is goed. Ja, mijn schoonmoeder ook. Christian, ik voel me af. Wat jij net schetst. Lijkt bijna een soort generatieconflict natuurlijk wat ze aftekent. Zeg maar, je bedient een wat oude publiek die nog niet zo, niet zo behendig is misschien met alle online mogelijkheden en zo. Maar dan vroeg ik me af, jullie als VI, jij bent ook nieuw aangesteld natuurlijk daar. Best wel een hoop verandering de laatste tijd. En zo. Hoe krijg je zo'n heel bedrijf mee? Want VI is natuurlijk ook een bedrijf waar al heel lang mensen werken. Dus niet iedereen... zal er misschien mee eens zijn. Hoe heb je dat aangetroffen en gaat dat een beetje, zeg maar? Of is dat heel moeilijk? Nou, het is niet moeilijk. Het is alleen, het is inderdaad... dit gaat niet vanzelf. Dit is een moeizaam proces. Dit is een moeilijk proces. Dit is continu mensen proberen te overtuigen. Continu laten zien van, ja, maar zo kan het ook. En het gaat niet van vandaag op morgen. Dus dat betekent dat in die zin voel ik me soms net een coach van een club. Het is kort en lange termijn voortdurend om elkaar heen. Op de lange termijn moet je met Pieter Zwarts van deze wereld moet je iets neerzetten waarvan je zegt, kijk, dit is voor de lange termijn wat we willen. En op de korte termijn moet je sommige mensen die op dit moment anders denken, moet je proberen mee te nemen. En dan moet je soms ook dwars erdoorheen. En soms lukt dat en soms niet. Dat is waar we nu middenin zitten. Alleen ik heb de overtuiging dat het gaat lukken. Kijk, ik heb 6 jaar bij het AD gezeten als hoofdredacteur. En daar is het ook gelukt. Ik bedoel, dat ging ook niet vanzelf. En ik vind het altijd leuk om iets te bereiken met tegenwind dan met de wind in de rug. Dus ik heb het ook wel opgezocht. Heb je ooit ambitie gehad om persverlichter te worden? Nee, nooit. Sterker nog. Ja, nee, nooit. Nou ja, ik bedoel ermee te zeggen, als ik één ding in mijn leven niet wil, is persverlichter worden. Okay. Ik heb een paar keer de mensen de stap zien maken. En ik zou dat niet kunnen. Nee. Ik zag namelijk vandaag Bas Stichler en ik zie hier ook de opstelling van Oranje voor me zitten. Ja, wel vrij opmerkelijk. Hè? Je ziet het, nou, Kees Jansma, ja, dat was eigenlijk meer dan journalist. Die was presentator, eigenaar van een productie. Chief Whip. Ja, nee, dus... maar goed, hier de opstelling, Steve. Wie mis je? Selectie, ja. Ziek mis ik. Helaas. Ja, eens. Ik vind het wel mooi over Arjen Robben, hè? De hele discussie zit er niet bij. Ja, die mis ik dus. Maar er wordt nu gekeken dus of hij dit weekend speelt en of hij dan in overleg met de club nog aan kan sluiten. Ja, er speelt natuurlijk een oude affaire bij Bayern München, hè? Dus dat zal op clubarts, toch? Ja. Robben krijgt gewoon even de ruimte om zich nog te blesseren en dan... Maar mis jij mensen, Jor? Nee, het is makkelijk naar gisteren. Ik hoop dat ze de volgende interlandperiode, als hij dit vaststaat, bijvoorbeeld Jermaine Lens. Als je gisteren Stefan Berghuis afzet tegen Jermaine Lens. En ik geloof niet, vaak zijn er vandaag nog iemand. Ja. Deze sprint was niet normaal. Ja. Nee. Maar er zijn vaak mensen die zeggen dan, ja, Turkije is een slechte keuze voor je interlandcarrière. Ik denk dat dat voornamelijk ligt
wie je... Het is wel heel slecht afgerond trouwens. Ja, ja maar... Koert Westerman ging helemaal los dat hij hem niet op Van Persie gaf. Ja, dat is haast onmogelijk. Ja. Hij moet hem gewoon wel afmaken, maar ja, het hele als je net 65 meter hebt gestoken. Ja, jongens, het is profvoetbal. Ja, ja. Ja. Mag je eisen aanstellen. Maar het is wel aan de bondscoach om dat soort dingen in de gaten te houden. Want Lens heeft mij best wel doen verbazen. Ik dacht dat hij nog wel even tijd nodig had. Zoals Van der Wiel wel tijd nodig heeft. Speelt gisteren een degelijke wedstrijd. Ja. Maar die moet het dan nog wat langer laten zien. Maar deze jongen, die met zijn ervaring en leeftijd, die kan je beter achter de hand hebben voor als er weer wat met Robben gebeurt dan wat er nu aan de zijkant staat, vind ik. Je zit dan tegen Michel iemand? Of, Nou ja, niet, ja, ik vind het nu zo'n mierenneukerij om dan nu iemand te kiezen. Ja, nee, klopt. Ja, er zit weinig op aan te merken, toch? Nee, voor mij als je ook. Kijkt. Ja. Nou, ik verbaas me over Klaasje wel. Want? Nou, waarom zit Klaasje erbij nu ineens? Ik zie niet wekelijks Southampton meer eigenlijk. Nou, hij speelde gisteren, begon hij weer in de baan. Ik zat gisteren toevallig een stukje te kijken. Ja, maar... Met Van Dijk. Ja, nou ja, als je in de Premier League speelt. Ja, dus als je één keer speelt, wat de vorige keer zat hij er niet bij. Niet dat we heel veel keuze hebben, denk ik. Dan zeggen, wie mis je dan? Wie zou je liever gewoon gezien hebben? En vinden we ook niet dat ineens niks ten nadele van degene die zijn geselecteerd. Maar vorige keer, en het is al een paar keer over gegaan van, er moeten meer Feyenoorders in. Er staan nu meer Feyenoorders in, maar volgens mij dan weer niet de juiste. Ik vind het een beetje... Ik vind niet altijd terrein. Is Braziliaan, hè? Ja, nee, absoluut. Dus, ik ben verder weg van iemand te neutraliseren met spoed, omdat we hem nodig hebben. Heel goed. Wat vind je van dat de Vrij er weer bij is? Ja. Met? De Vrij, dat hij weer terug is? Die heeft wel goede wedstrijden achter. Die heeft een paar goede wedstrijden bij Lazio gespeeld. En het lijkt me dat je die, zodra die fit is en wedstrijden in de benen hebt, gaat hij voor Bruma of voor Van Dijk spelen? Ja, ik vind het ook wel moeilijk, ook in die beoordeling. Want Van Dijk krijgt ook wel eens kritiek in Oranje. En dat is gewoon, volgens mij zag ik gisteren zelfs dat hij de aanvoerder is van Southampton tegenwoordig. Ja. En de publiekslieveling, dus hij doet het daar hartstikke goed. Ja, het is ook wel een beetje van, wat heb je daar om je heen en wat heb je hier om je heen? Overigens, Klaas, die alle wedstrijden in de basis begon dit seizoen. Dus okay. Tegen United, ja, waar... Arsenal, ja. Swansea en Crystal Palace. En ik zeg niet dat ik tegen Klaasje ben. Ik vraag me alleen af waarom hij er de vorige keer niet bij zit. En nu dan wel. Ik had het dan logisch gevonden dat hij de vorige keer ook gewoon bij had gezeten. Maar goed. Het lijkt wel wat heel gek is. Dat over de grens. En dat maakt niet uit of dat de Premier League is. Of Italië is. Of Turkije is. Het is veel moeilijker hier in Oranje te spelen. Dan dat je hier twee keer goed speelt bij Ajax. Terwijl ik zou meer de focus leggen op die jongens die over de grens hartstikke leuk presteren. Zoals dat de Roon nog nooit de kans heeft gehad. Ik ga er niet bij. Ruud Vormen die roept... Laten we even naar de chat kijken. Ruud Vormen wordt gemist. Huntelaar, Van der Wiel, Hoed, zeggen mensen. Huntelaar heeft dit seizoen pas één goal gemaakt. Leroy Ver. Toornstra. Dat vind ik wel een goeie. Jens Toornstra. Ver is wel inderdaad. Ver vind ik terecht. En die speelt nu ook veel. En is belangrijk voor Swansea. Maar wat ik zeg, het is over de grens moeilijker in beeld te voetballen. Het lijkt wel of Danny alleen Fox nationaal leeft. Ja. Nou nee, dat is niet waar. Want hij kijkt ook altijd. Dan hij heeft nog een paar keer een kiek opgeroepen. En dat snapt in Frankrijk helemaal niemand. Maar zou die Klaasje er toch een paar keer bij? Is hij alleen nationaal? En hij kijkt Russische tv, hè, want Promis staat er ook steeds bij. Ja, maar dat vind ik goed. Wel, dat vind ik wel echt een moeilijk geval. Bijna Seedorfesk. Seedorfesk. Ja. Wow. Mooi woord. Ik snap wat je bedoelt. Die gozer speelt de pannen van het dak in Rusland. Is het zo? Ja, absoluut. Volgens mij in welk systeem speelt hij dan? Hij speelt daar gewoon volgens mij dan wel links. Volgens mij vaker links. Dat zij heel erg op de counter spelen? Dat hij daardoor heel veel ruimte krijgt met zijn snelheid dingen kan doen? Voor mij is het juist dat alle ploegen tegen hun zich altijd ingraven. In zij zijn wel, staan wel stijf bovenaan. Titelfavoriet, ja. Altijd. Ik zie te weinig Russisch voetballen. Nee, ik ook hoor. Maar ik vind het wel erg dat iemand de Roon dan noemt. En dat ik dan pas denk, oh ja, tuurlijk jou. Ja, Milsbrouw nu hè. En speelde voor mij 2 weken geleden pas weer 90 minuten voor het eerst. Nee, precies. Maar goed, hij is vorig jaar ook niet opgeroepen. Terwijl hij alom in Italië werd gerespecteerd als een van de beste middenvelders van de Serie A. Ja. Wat moet je nog meer doen, lijkt mij. En het is niet zo. Het is natuurlijk ook niet zo'n klassieke middenvelder. Dan krijg je het horen van mensen. Ja, Atalanta. Maar ja, ik denk dat je eraf gaat met Atalanta in een Europees duel. Ja. Tegenwoordig. En hij speelt natuurlijk een positie waar meerdere keuzes zijn. Maar het is toch niet zo raar dat je gewoon voorkeur hebt met mensen waarmee je werkt. Ja, maar ik vind dat dus slecht. Als je Rekiek oproept. Ja, dat kan. Het valt niet te verantwoorden. Behalve dat jij denkt van, nee, die vond ik wel leuk bij PSV. Ja, die heeft in PSV geen wedstrijd nog op niveau gespeeld. Nee, ik ben niet zo'n voorstander. Terim is ook wel zo iemand, een bondscoach van Turkije. Die gewoon zegt van, nou, ik weet wat ik... Ik heb jarenlang jou geselecteerd. Het gaat misschien, nu zit je op de bank of in een dipje. Maar ik heb het vertrouwen in jou, ik neem je mee. Ja, dan kan je wel met 1 of 2, kan je dat je permitteren. Maar dat moet niet je selectiebeleid zijn. Ja, maar iemand die voor mij ook in die categorie zit, is natuurlijk Luciano Narsing. Ja. Die in mijn ogen de laatste 3 jaar niet meer... Laat ik ze zeggen, meerdere wedstrijden achter recentelijk elkaar. Recentelijk iets beter, maar daarvoor ook vaak... Ja, maar ook niet van, nou, jij moet in Oranje. Nee.
na die blessure nooit meer echt goed gekomen. Denk ik niet, nee. Hoe vaak worden jullie als VI nog geassocieerd met het tv-programma? Heel vaak. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het jammer. En tegelijkertijd kan ik me er niet tegen verzetten. Want het heet Voetbal Insight, dus het lijkt heel erg op VI. Hebben ze slim gedaan. Hebben ze slim gedaan. In de Volksmond is het gewoon VI. In de Volksmond is het zo. Alleen, ja, we hebben er niks meer mee te maken. Het staat volledig los van Voetbal International. Nee, dat vraagt iemand wat je van het programma als Johan vindt. Ik vind het geen goed programma. Als Johan Dijkse morgen bij jullie op de redactie stapt om een bakje koffie te drinken, hoe is dan de sfeer? Is dan iedereen onder de bank en stoelen of is dat normaal? Alleen al voor het beeld zou ik het wel eens willen zien. Gewoon een soort gebroken huwelijk komt nooit meer goed. Nee, ja, het is allemaal voor mijn tijd gebeurd. En nee, snap ik. En ik heb verder prima een relatie met Johan, dus ik weet niet wat er dan gebeurt. Ik denk dat iedereen even stil is. En tegelijkertijd, iedereen kent hem zo goed. Dat ze ook gewoon zeggen, hé, wat doe jij hier? Zoiets, denk ik. Maar zij moeten doen wat ze willen. Het is alleen niet mijn smaak. Kijk jij dat eigenlijk nog wel veel? Maar eigenlijk helemaal niet. Nee? Ik vind het heel negatief soms. Soms, vaak. Ik vind alleen Gijp ontzettend leuk. Ja, en er schijnt dus iemand aan deze tafel te zitten. Er zegt net iemand in de chat. Als je je ogen dicht doet, dan lijkt het net of Valentijn Dries hier aan tafel zit. Het is niet Jordi. Nee. Ik, ja, deze stem, dat zegt iemand. Ja. Dat is geen compliment. Dus zeg eens iets. Meest gehate voetbalanalist die er is, volgens mij, de laatste weken. Hij komt uit Westland. Ik weet niet, daar komt hij vandaan. Dan moet je even iets naars over de KNVB zeggen nu. Ja. Of dat Ajax gewoon de tweede spits van Paris Saint-Germain moet halen. Het slaat wel een beetje terug op dat digitale gebeuren. Ga je dadelijk... Stel dat FIFA online spel groter wordt. Ga je dat dan ook naar papier halen? Dat je dan daar de uitslagen... weet ik niet. E-sport. Ze willen een Eredivisie-competitie. E-sport is wel iets waar we over nadenken. Maar je moet volgens mij nooit de fout maken dat je iets wat zich in een digitale omgeving afspeelt... Ja. Dat per definitie ook op papier moet staan. Wat dan het ene heeft een bepaald publiek, ja. Wat niet op die plek te vinden is. Dus net als dat wij hebben nu een actie met FIFA 17. En daarmee gaan we geen papieren abonnees binnenhalen, maar digitale abonnees. Dus omdat wij denken van, weet je, zo'n FIFA-spel wordt waarschijnlijk gekocht door mensen die ook digitaal geïnteresseerd zijn en digitaal leven en doen. Dus heeft het veel meer zin om digitale abonnementen aan te bieden. En vorig jaar hebben we daar magazine abonnementen aangeboden. Ja, dan was de conversie ook heel laag. Ja, daar kun je min of meer voorspellen. Ja. Dus het is niet per definitie zo dat alles ook op papier moet komen. Gaat niet. Er een moment komen dat je stukken gaat schrijven over wedstrijden die digitaal gespeeld zijn? Hoort dat, online hoort dat stukken? Bij, dat zou kunnen. Hoort dat bij Voetbal International dat het digitale voetbalspel ook een plek krijgt? Ik sluit niet uit dat er een moment kan komen dat je dat doet. En dat zal altijd te maken hebben met waar is je publiek op dat moment mee bezig. En als het publiek dat ze in voetbal geïnteresseerd is, wat ons publiek is. Als op dat moment het publiek geïnteresseerd is in e-sports. En ze zijn daar ook echt fanatiek mee. Want ik bedoel, Ajax heeft nu een FIFA-speler vastgelegd. Ja. Nou ja, dat soort, als je dat soort ontwikkelingen ziet, ja, dan moet je daar als VI bij zijn. Maar wel op een online platform. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dat in het blad misschien ook opschrijft. Maar dan meer als een soort van trend of fenomeen, zo kijk nou wat er gebeurt in de wereld. Ajax legt die jongen van het FIFA-spel vast. Ja. En dat is wel heel opmerkelijk. Maar jij zegt, we zijn nu een beetje aan het onderzoeken, e-sports en dat soort dingen. Mm-hmm. Niet om de azijn, zei ik je, maar zijn jullie dan niet al tamelijk laat? Als je ziet dat bijvoorbeeld een Eredivisie al een half jaar mee bezig is. Ja. Ja, je komt nu ergens. Nee, maar dat is waar. Kijk, wij hebben misschien in het verleden juist wel eens iets te vroeg opgestart. VI had als eerste een van de beste apps. Alleen is er vervolgens geen doorontwikkeling geweest. omdat er soms kan je heel vroeg zijn. En dan denk je, wow, we zijn er. En dan zit je met een team dat zegt, en nu naar het volgende, en nu naar het volgende. En waar ik heel erg op hamer is, laten we nou eens een keer iets neerzetten en iets goed doen. Ja. En op het moment dat we het gevoel hebben, nu staat het, nu is het goed, en dan de volgende. Dus het is voortdurend, soms kan je ook te snel van het een naar het andere wippen, zeg maar. Dus dat e-sports, dat is iets wat je nu bekijkt. Ja. En waarvan je nu zegt van, oké, misschien moeten we aanhaken, moeten we niet aanhaken. Hoe haken we dan aan? Maar ja, tegelijkertijd hebben we de realiteit is dat we eerst eens een hele goede digitale omgeving neer moeten zetten. Maar jij bent wel van het e-sport. Jij speelt toch helemaal tegen die 12 en 13-jarige? Ja. Toch? Nee, maar dat is echt waar. 12 en 13 jaar. Ik zat ooit bij jouw show. En toen zat er iemand naast mij, een jongetje van 12 die vanuit Nijmegen was. Oh ja? Helemaal komen omdat hij tegen Steven Pop FIFA had. FIFA, toch? Nou ja, ik heb wel. Maar dat was ook een soort van frustratie destijds. Die dan.
Ik zet er wel de audio uit tegenwoordig. Als ik dan online speel. Uitgescholden voor fack. Weet je wat het ergste is? Je moet, na 4:30 speel ik niet graag FIFA. Uit school allemaal. Ik kom ze allemaal uit school, ja. Dus ik speel liever gewoon 's ochtends. 4:30 win je alles en daarna dan krijg je het moeilijk. Ja, 11 is die goed. Maar zo liever tegen dikke gasten die gewoon in een hemdje op de bank zitten dan tegen kinderen. Maar mensen die jouw shows nooit hebben gezien. Maar het is best wel uitdagend. Soms wel eens grof. Maar er zat dus een jongetje van 12. Uiteindelijk werd zijn vader gigantisch te kak gezet. Voor mij door Alex. Die zat die show bij jou. Maar soms heb ik dat. En die jongen kwam dus uit Nijmegen naar Amsterdam. Want Steven, omdat hij tegen Steven wel eens gamede. Oh, heel leuk. Het mooiste verhaal denk ik van een FIFA-vriendschap. Steve van Slatan, toch? Nou, dat is, als je aan de andere kant van de PlayStation zit, is dat natuurlijk wel een legendarisch verhaal. Dat je gewoon telkens tegen Slatan speelt en dat hij zegt van, wij hebben wel een clip, kom een keer langs. En zo'n vriendschap ontstaat. En met het horloge ook. Ja, met het horloge cadeau, ja. Ja, dat is wel echt heel mooi. Er wordt gevraagd aan jou, je vindt Voetbal Inside niks. Als je moet kiezen, Studio Voetbal of Voetbal Inside? Oeh. Heel makkelijk antwoord. Dat is een heel makkelijk antwoord. Meestal in polletjes staat na tafel er nog bij. Dan heb je een gemakkelijke escape. Ja, want daar heeft hij ook een keer aan tafel gezeten. Okay. Ja. Kijk, ik vind Studio Voetbal vind ik minder geworden sinds Hugo niet meer aan tafel zit. Of te weinig aan tafel zit. Dat is al lang, hè? Lang geleden. Ja, dat is al heel lang. Dus ik vind het al een tijdje minder. En ik vind Van de Gijpen leuk bij Voetbal Insight. Ik hou ook van entertainment. En dat fragment waarin hij, en dat is ook al lang geleden, ooit Wesley Sneijder naar het in zijn hummer. Waar John de Mol naast zat daar. Ja, daar kijk ik nog geregeld naar op YouTube. Dan denk ik, dat vind ik leuk. Ja. Nee, ik vind dat ze... Ik heb niet echt een voorkeur. Beide kijk ik niet heel vaak. Maar, ik mis een klein beetje de vernieuwing. Maar heb je dat vanuit je vak niet nodig om dat wel te kijken? Ja, maar op maandag zondagavond kijk ik andere dingen. Okay. Ik zal niet zeggen dat ik hier naar kijk. Maar... De olifant in de kamer, wat vind je van FC Afkikken? Nou ja, de reden dat ik hier zit... Wij van WC 1. Ja. De reden dat ik hier zit... Andere analisten te beoordelen. Ik vind het wel goed hier, want hij komt er vaak voorbij. En toen dacht ik, ik ga het maar niet vragen. De reden dat ik hier zit, is omdat ik merkte aan een aantal jongens van VI... dat ze veel naar FC Afkikken gingen. En daar waren ze ook enthousiast over. Dus, eerlijk gezegd, de eerste keer dat je hoorde, zei we gaan naar Afkikken. Dacht je dat ze een probleem hadden? Nee. Ik wist al wat het ongeveer was. Okay. Maar ik heb me er wel even daarna in verdiept. Kijk, weet je wat ik leuk vind aan wat jullie doen is... jullie benaderen het voetbal vanuit een soort positief gevoel. Nou, dat heb ik zelf ook. Ik heb een bloedje hekel aan azijnzeiken. En je hoeft ook niet meteen een positivo te zijn om voetbal te bekijken. Maar gewoon, we hebben allemaal liefde voor het voetbal. Ik vind het spelletje allemaal ontzettend leuk. We praten er graag over. En wat jullie doen, dat is ongedwongen, dat is leuk. En ik denk ook voor een jong publiek. In die zin zit ik er ook vrij rationeel en zakelijk in. Een jong publiek weet jullie te vinden. Als ik probeer met mijn mainstream merk VI jong publiek te vinden... Ja, dan moet ik ook me gaan verdiepen in de plekken waar jong publiek naartoe gaat. Ja. Dus er zit voor mij ook een wat rationele gedachte achter. Ja. Nee, maar dat is zeker zo. Wat ik dan wel interessant vind, dat ik weet niet of het van jullie zelf uitkomt... dat er iemand vanuit VI bij Rondo zit, het nieuwe programma op zondagavond op Ziggo Sport... Ja. Maar wat ik dan heel pijnlijk vind, ik weet niet, kijk je dat wel soms? Ja. Dat dan Pieter Zwart, hè, die krijgt dan een minuut om zeg maar iets uit te leggen hè, over iets interessants uit de voetbalwereld. Nou, dan geeft hij 1,5 minuut. Ja, wat is zonnedekking? Zonnedekking, hoe hebben ze zonnedekking? Ja, precies. Daar moeten we het zo nog even over gaan hebben. Half spaces, weet je. Ja. Nou goed, dan neemt hij dat op, dat is een instartje. Ja, dan wordt de tafel neergedropt. Eerste keer deze top. Ging een discussie over tussen Jan van Hals en Ruud Gullit. Over zondekking, mandekking. Wat doe je bij corners? Dat je het kan combineren of niet. Ja. Tweede keer en derde keer. Wat ik zag, dan wordt het neergelegd bij iemand die echt... Ik denk niet dat hij hem haat. Maar het komt er ongeveer over of dat hij Pieter Zwart haat bij Wim Kieft. Die heeft er helemaal niks mee. Hey Dan, is het woord. Ja, maar ik zie soms gewoon echt haat bij die man. Het zal echt niet zo zijn. Nee, maar... Ik denk dat jij gelijk het is Day Dance. Ja, en, Day Dance. Maar goed. Ja, en dan... Maar wat ik daarvan vind, weet je wat het... Dat is toch een doods... het is ook voor jou slecht. Nee, dat vind ik niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, het is alleen slecht voor die mensen zelf. Want die tonen daarmee in 2 seconden tonen ze het hele probleem aan. Namelijk het feit dat mensen die hoog hebben gevoetbald en daar alle respect voor verdienen... dat daarvan wordt geacht, A, dat ze ook hele zinnige dingen zeggen... en B, dat daarmee wordt gedacht dat mensen die niet zo hoog hebben gevoetbald... dat die helemaal geen flikken te melden hebben. En dat is, denk ik, een groot probleem. En jij droeg dat net al aan over... bijvoorbeeld echt in het Duitse voetbal zelf... hebben we het niet eens over de media, maar in het voetbal zelf... waarin gewoon trainers met een hele goede visie de kans krijgen... zonder dat ze ooit een bal 3 keer hoog hebben kunnen houden.
En dat doet er ook niet toe. Kijk, ik vind dat Kieft wel zinnige dingen over voetbal zegt. Nee, ik ook. Maar soms ook niet. Ja. En wat dit soort dingen is... Weet je, ik vind het prima als dit gebeurt. En het publiek kan uiteindelijk bepalen... waar gaat mijn voorkeur naar uit? En bij zoiets als wat er gebeurt... kan een deel van het publiek denken... heel goed, Wim, dat je die snotaap eens eventjes van repliek dient. Dat, ja. En er zitten mensen die denken... die Kieft is gek geworden. Want die gast die zegt gewoon zinnige dingen. Ja. Nou, ik heb wel even aan Pieter gevraagd hoe hij zich eronder voelt. Hij vindt het prima. Ja, kijk, en goed, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Als Pieter zich er niet lekker bij voelt... ja, dan moet hij dat gewoon niet meer doen. Nou, en ik zie dat stuk van Pieter wel langskomen. Want die show niet. Nee, dus ja. Wat mij betreft heeft, ja. is het, die reactie van Wim Kieft... ja, dat boeit me eigenlijk dan niet. Nee, maar zo kijk jij. Ik vind vooral inderdaad dat er gewoon het probleem mee wordt aangetoond dat de voetbalwereld zo conservatief is en dat hij zo weinig open staat voor nieuwe initiatieven. En ja, kijk gewoon lekker naar de inhoud. Ik bedoel, daar maar is dat is jouw. Dat is het mooie, vind ik. Zo mag jij erin staan. Maar ik ken ook mensen die zeggen: ja, maar wat hij zegt, dat klopt helemaal niet. En wat Kieft zegt, die kan het weten. Vind ik ook prima. Weet je, beide mensen houden. Je kan veel over Pieter zeggen, maar niet dat het niet klopt. Nee. Maar het gekke is, ik heb het met Jeroen Elsoff er ook wel eens over gehad. Hè? En dan, die is ook niet zo'n enorme fan, geloof ik, van de hele datarevolutie. Maar zijn argumenten altijd van ja, als ik het Nederlands elftal doe en er zitten 5 miljoen mensen te kijken. 6 denk ik wel, als hij het doet. Dan zit niemand daarop te wachten. Of het grootste gedeelte zit daar niet op te wachten. Dat weet hij niet. Maar ik zat op de ZDF van de week. Wat was het? Bayern München tegen? Atletico te kijken. En mijn Duits is sinds de MAVO niet beter geworden. Maar daar gaan ze gewoon 5 keer dieper op de materie in dan dat ze... Met Scholl, hè? Ja, nee, maar daar is dat echt gewoon bijna geaccepteerd. Om een leveltje of 5 dieper erin te gaan. En dan denk ik van, waarom kan het daar dan wel? Ik heb het dan dat past ook bij de Duitse cultuur. Ik heb met de collega's van Fox nog over gehad dat ik Erik Meijer niet kan uitstaan als hij hier op de Nederlandse televisie is. Maar ik heb hem best wel vaak in Duitsland gezien bij Sky. Waar hij dus de tijd krijgt om situaties goed uit te leggen met een scherm en dat soort dingen. Ja, dan vind ik Erik Meijer heel fijn om naar te luisteren. Ja. Het is heel gek. Eigenlijk hetzelfde wat we met Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal hadden. Ik had toevallig nog vandaag een gesprek met iemand die zei... Ja, Pierre van Hooijdonk, ach man, die loopt maar dingen te droppen. Onderbouwt ze niet. En toen zat hij hier een keer, was met jou en met Jordi. Toen heeft hij 1,5 uur hier gezeten. Kon hij duidelijk zijn mening uitleggen waarom die dingen dacht en dat soort dingen. Ja, dat is wel een wereld van verschil. Wij zijn ook wel echt awesome natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is moeilijk om iedereen aan onze standaard... Het beste programma ooit, denk ik. Ja, denk het wel, ja. Ja, maar daarom is het ook fijn van kijken dat hij kan kiezen tussen die dingen. Dat krijg je nu steeds meer en meer. Jullie gaan meer de diepte in. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand gewoon 3 dingen van Jan van Hals heel snel wil horen. En dan chips pakken. En dan, Maar hoe gek is het? Kijk, als je dan nieuw stel je gaat op maandag krant kopen. En je koopt een AD en een Telegraaf. Hoe erg is het dat AD nog steeds zo pro-Feyenoord is en Telegraaf pro-Ajax? Nou, dat is misschien iets breder trekken in die hele discussie. Of tenminste, in een artikel in de krant van 1,5 maand geleden. Over dat de journalisten aangaven dat het bijna niet mogelijk is meer om objectief te zijn. Het onderzoek. Bij NRC. Ja, dat onderzoek, ja. Ja. Maar alleen maar blanke 50-plussers aan het woord werden gelaten. Ja. Ja, ik ben er niet mee met jouw stelling eens dat AD pro Feyenoord is en Telegraaf pro Ajax. Heb je nog die kop gezien deze voor de eerste topper van dit seizoen? Nee, maar het is niet zo. Laat je even meenemen waarom ik dat echt nog heel erg denk. Is foto van die bank. Van Feyenoord PSV. Het stond nog niet. Zij hebben 72 uur om zich voor te bereiden. Wij maar 36 uur. Daarmee was de kop voor PSV Feyenoord. Ja. Het stond niet wij en zij, maar zo kwam het even naar voren. Denk ik, ja. Niks aan gelogen. Maar daarmee benadruk je nog wel even... Ja, maar of het de Telegraaf pro-Ajax is, weet ik niet hoor. Misschien zijn ze pro-Kruif. Ja, het is toch veel meer dat ze bepaalde spelers in de zak hebben. En dat is bij AD ook natuurlijk aan de hand. Ja. Altijd met een Ajax-randje. Misschien is het niet super pro-Ajax, maar wel gewoon... Kijk, ik heb jarenlang ik Ajax moeten volgen voor het AD. Ja. En dat is een hele interessante combinatie, want dan... Vrij ondankbare taak. Ja, want dat was ook in de tijd van Arie van Heijden. En die zei gewoon letterlijk... Ik was elke dag op die club. En Valentin Driessen, met wie die dus ook toen Ajax deed voor Telegraaf, die was er zelden. En dan zei ik, waarom heeft
bij Valentijn. Hoe kan het nou dat Valentijn dat weet? Ja, zegt Arie. Dat is onze achterban, hè? Dat is Ajax, de Telegraaf. Ik zeg, maar word ik dan niet beloond? Ja, dat was een beetje. Ja, ik was nog een stukje jonger, zeg maar. Word ik niet beloond voor het feit dat ik hier elke dag rondloop? Dat ik elke dag op. Ja, zei, ja, ja, jij, werk goed, jij bent gewoon van het AD. En ja, dan houdt het op. Die cultuur hebben ze, denk ik, nu niet meer bij Ajax. Het is een stuk professioneler. Ja. Alleen wat ik in het algemene journalistiek verwijt, dat is mijn eigen beroepsgroep, is dat, ja, dat gebeurt. Dat je soms. En ik denk dat het te maken heeft dat journalisten soms te lang hetzelfde doen. Ja. En ik probeer ook altijd mensen op enig moment te laten rouleren. Omdat het gevaar heel erg groot wordt. Ja, is dat zo? Dat want het kan ook. Aan de ene kant, ik kan heel veel zeggen over de Telegraaf. Als we de Ajax-watcher Mike Verwij bijvoorbeeld erbij halen, zijn niet hier allemaal de grootste fan van Mike Verwij. Om het niks te zeggen, maar heeft wel alle scoops als eerste. Dus dan zou je vanuit jouw oogpunt kunnen zeggen, oké, hij zit al heel lang daarop. Hij zit er zo in verweven. Het is niet gezond voor ons om hem daarop te laten zitten. Of je kan denken, hij zit er zo goed in. We hebben de scoops altijd als eerste. We laten hem maar zo zijn werk doen. Nou ja, dat is afhankelijk van hoe hij die scoops haalt. Ik denk dat hij bij uitstek maar in één ding geïnteresseerd is. Dat is nieuws. Ja. Dus ik denk als je die morgen op Feyenoord zet, haalt hij ook alle scoops bij Feyenoord weg. Dus het is het type journalist wat je inzet waar je hem nodig hebt. Ja. En als je als Telegraaf zegt, Ajax is voor mij, voor mijn lezers ook vooral het allerbelangrijkste. En ik moet alle nieuws hebben. Nou, dan zet je je beste nieuwsjournalist zet je ook op Ajax. En voor AD geldt natuurlijk dat het publiek, het grootste deel van het publiek, ze woont in het gebied waar we ook veel Feyenoord-fans wonen. Dus de beste nieuwsjager van het AD, dat is Mico Schauka, een van de beste nieuwsjagers. Ja, die zit al een aantal jaar op Feyenoord. Ja. En die heeft daar ook al het nieuws. Ja, een beetje dus, zoals jullie nu ook met Krabbe hebben, toch? Eigenlijk? Ja, zoals wij met Krabbe dan hebben. En bij Ajax zitten we nu met Freek, Freek Jans. Is er nog iemand dat je denkt, hè, we hebben het altijd met transfers in voetbal. Je denkt, goh. Als ik ooit even iemand, of laat ik zo zeggen, wie vind je heel goed die nu niet bij VI werkt? Die je heel graag bij jou zou willen werken. Zo. Zo. Dat zo, was weer dat de. Is een, waar moeten we jou van kunnen kennen? Ja. Kunnen. Die moet Christian bellen. Ja. Michiel de Hoog. Ja? Ja, goede keuze. Heb je al gebeld? Namelijk elke vrijdag. Dus dan. Volgens mij weet hij wel dat ik een fan van hem ben. Oké. Okay. Ik lees hem op de correspondent. Ik ben een van zijn abonnees. Dus, Oké, okay, ja. Ja, nou ja, ik. Om dat te lezen. Voor wat mij, zeg je? Voor ja, mij ook. Ik heb geen abonnement op de correspondent. Ik lees artikelen staan drie jaar. Dus, ik lees artikelen altijd gratis. Ja, daar word je ook altijd voor aan herinnerd, hè? Van dit artikel heb je gekregen. Krijg je gratis aangeboden, ja. Je moet meer lezen dan alleen sport, hè? Dat doe je toch wel? Wat zeg je? Nee, maar daarvoor heb ik de correspondent niet nodig. Oh ja, nee, dat is waar. Dus, maar ik moet nog afvragen. Jij zei net van het is afhankelijk van hoe een journalist tot zijn scope komt. Stel nou, een van jouw vele journalisten die komt naar je toe en die zegt: Christian, ik heb echt een fantastisch verhaal. Prominent figuur in de voetballerij, corruptie, ellende. Er is slechts één probleem. Ik kan het alleen bewijzen met een geheime camera. Ja. Wat zeg jij dan? Nou ja, dan gaat het om hoe maatschappelijk relevant is het probleem wat je gaat aankaart. Maar ik heb het natuurlijk over die Engelse scopes, over Holt Hasselbank. Ja. Dat zou ik niet zo snel doen. Dat zou ik niet zo snel doen, omdat het is bijna opzet. Hè? Je lokt bijna iemand in de val. Dus dat zou ik niet zo snel doen. Maar kijk, ik ben één keer in mijn leven undercover gegaan als journalist. En dat was bij een transfer. Bij een transfer van Kalou. En toen ging ik mee om als vriend van Kalou, zeg maar, eens te ontdekken hoe zit zo'n wereld in elkaar. Met een Portugese zaakwaarnemer en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, dat kon je alleen maar doen undercover. Daar kun je niet. Je kunt niet zeggen, ik ben journalist. En ik ben ook nog toevallig de vriend van Kalou. Want ik moest me eerst voorstellen aan Salomon. Want die had me nog nooit gezien natuurlijk. En het was een wat merkwaardige combinatie, zeg ik eerlijk. Salomon en ik. Maar wij werden al wel even voorgesteld als ja, hij heeft zijn vriend meegenomen. Oké, prima. Vond die Portugees ook prima. Ja, en dat was. Ik vond het wel mooi om eens een keer mee te maken hoe dat dan gaat. Op maar wat was je dan op het spoor? Of was je niet echt ja, wij wilden eigenlijk aantonen hoe de contracten zeg maar tot stand kwamen. Dat was in de tijd dat je zo'n connectie zag tussen Corinthians, Benfica, Chelsea, PSV. Ja, ja. Weet je, dat die Kia Europ Gorian, dat is een Iranier, die was toen de grote spin in het web. En we wilden dat aantonen, hoe dat dan gaat. En nou ja, daar hebben we ook over gepubliceerd. Dat is overigens later gerectificeerd. Dat is een van de grootste littekens die ik in mijn carrière heb. Kalou en Kuyt zouden een voorcontract bij Chelsea hebben getekend. Dat was het nieuws, opening van het AD destijds. Dat bleek niet zo te zijn. Nou, het bleek wel zo te zijn. Alleen ik had niet heel goed. Ik had een handtekening gezien van iemand. En ik had eigenlijk aangenomen dat die handtekening ook daadwerkelijk
door die persoon gezet is. En achteraf is die vervalst. Dus dat heb ik niet... Dat is stom. Ja. Maar dat, ja, dan moest je meteen... Dan moest je door het stoffen. Ja, mijn hoofdredacteur stond toen, vond ik wel heel snel klaar om te rectificeren. En toen ik zelf later hoofdredacteur werd, heb ik ook altijd... Was dat? Jan Bonje. En toen heb ik ook altijd gezegd van ja, dat ga je zo snel rectificeren, dat ga ik niet doen. Ja. En op de voorpagina zo. En Feyenoord kwam natuurlijk met groot advocatenmateriaal. En ja, nou ja. Mooi. Maar weet je, voor mijn ervaring was het leuk... Gewoon zo interessant om eens te zien van hoe gaat zoiets nou. Het feit dat er bij die Engelse zaak bij Hasselbank dus dat een geheime camera is, dat vind je een beetje randje of in zo? In die kwestie vraag ik me af of dat noodzakelijk. Het zou niet mijn stijl zijn. Zou jij dat kunnen? Lekker undercover als journalist. Denk het wel. Ja. Ja. Dat is een Roemeen. Roemeense zaken waarnemen. Ja. Heel agressief. Ja, ik had, mijn neef is een tijdje... die is chauffeur geweest. Profvoetballer of zo. Chauffeur geweest van de grote eigenaar van Max. Die winkel. Fiet gegaan, toch? Jazeker. Ja, fiet gegaan, ja. En hij reed hem dan rond en alles. En als hij dus afspraken had... En was onderhandelingen met Azië of zo. Dan moest hij meekomen en dan moest hij strak die Aziaten aan blijven kijken. Gewoon echt alleen maar intimiderend. Gewoon, en dat was het enige wat hij moest. Hij moest alleen boos kijken en nou, dat was het. En dan was het altijd relaxed bij het onderhandelen. Mensen worden er toch een beetje bang van. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat al die spelletjes, allemaal zeker in zo'n... Ja, wereldje waar het om miljoenen gaat. Dat ze echt alles uit de kast trekken. Ja. Dan wil ik het eigenlijk ook van Niel weten. Stel Niel, iemand hier bij afkicken. Zegt ik heb een wereldscope, maar... En dan hetzelfde. Zou je dat doen? Ja, maar welke scope dan? Nou, corruptie in het profvoetbal. Hoogste echelon. Ja, maar nou noem je ander. Nou noem je, vind ik, als wij op een of andere manier kunnen aantonen... dat er corruptie is in het voetbal. En je moet daarvoor een camera onderkijken. Dan doe ik het. Ja, maar dat was nu aan de hand toch in Engeland? Ja, maar ja, oké. Okay. Met bepaalde selectiviteit. Ik vind als je dit goed wil doen, dan moet je heel lang uittrekken. En dan moet je alle Premier League managers moet je dit voorleggen. Want ik heb het idee dat ze het allemaal doen. Ja, oké. Okay, en ik vind dat wij ook niet echt het medium daarvoor zijn. Two wrongs doesn't make a right, hè? Toch, Peet? Nee. Wij zijn niet echt het medium daarvoor. Nee, maar vind je dat tegen je journalistieke ethiek indruisen? Of vind je het niet pas zo? Go for it. Nou ja, ik vind, dan moet je echt... Ja, dat gebeurt er eigenlijk helemaal niet. Maar wat Fef net zegt, dan moet je het bij iedereen doen. En dat je het dan kan aantonen, weet je? Dat er echt mensen zijn die het niet doen. En dat, weet je, of wie iedereen zwicht, doet. Bijvoorbeeld. Ja. Wie zwicht? Wij gingen alle managers langs. Wie zwicht? Dat, dan, ja. Dan vind ik het het enige zou een eerlijke... Leuk idee. Hey, zullen we dat samen doen? Dat is een leuk idee, joh. Zeker. Ik vind dat niet nodig. Goed aan de YouTube-stream nu even. Wil jij dan niet bij die managers langskomen? En hij zit alleen maar zo. Ik wil mijn neef mee. Ja, nee. Dus, ja, ik weet niet. Ja, dat is natuurlijk ook. Mark Messieris en... hoe heet die andere jongen? Willem Veenstra. Laatst met Mark gezeten. Zij zijn eigenlijk de enige in Nederland... die gewoon dedicated een budget hebben gekregen... voor onderzoeksjournalistiek. Ivan en Tom ook, hè? Ivan van Duren, Tom Knipping, die hebben ook... Zeker lang gedaan. Hebben drie boeken volgeschreven. Ja, maar nu, dat was de hele kwestie toch toen Johan wegging... dat daar zij op gekort werden... en dat zij weer gewoon normale journalistiek... Maar ik heb wel tegen hen beiden gezegd... als wij bijvoorbeeld in die Aziatische invloed... die nu heel groot is, hè, de Arabische Aziatische invloed... Ja, daar zou ik wel dat ze daar... als ze met een goed plan komen, moeten ze daar wel... onderzoek naar doen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen. Kijk, aan de ene kant heel tof om dat te volgen. Maar ik heb van Mark gehoord wat het kost om twee mensen gewoon los te maken. En ze zijn de hele wereld over geweest. Ja. En ze zijn van Praag gaan volgen op dat moment. Hè, nadat die zich kandidaat stelde. En heel pijnlijk dingen dat ze in de Bahamas waren. Zeiden, ja, was echt fantastisch natuurlijk in de Bahamas werk. Maar dan liep van Praag daar rond. Niemand die hem kende van die bonden. Niemand die met hem wilde praten. Dat zijn wel vette verhalen. Alleen ja, dat is de keuze die je maakt. Ik vind het heel tof dat de Volkskrant, waar ik niet van had verwacht dat sport zo belangrijk zou zijn voor hun. Het is natuurlijk wat breder dan sport. Juist hè? Omdat het nu wat anders is, denk ik dat ze wel heeft aangesproken. En ik weet dan niet, misschien dat ook wel de Volkskrant races het leuk vinden. Want ik weet dat... Vind je het niet vet? Nou ja, ik heb zo het idee dat de globale voetbalfan, de mainstream voetbalfan, die vindt het prima om even in zijn timeline voorbij te zien komen, te klikken. En ja, er is iemand bij de FIFA corrupt. Oh ja, nou, oké. Okay. Het is Fran Praag. Oké, okay, had niet verwacht. Volgende. Punt. Is Fran Praag corrupt? Nee, maar dan kan je dus zeg maar niet
ik zou het budget-wise, als ik het bepaal, zou ik daar zeker geen toestemming voor geven. Want het boeit niet genoeg. Nou, Verduren en Knipping hebben het wel opgeschreven. Ja. In de tijd dat voetbalboeken leven. Ik denk dat ze het daarom goed verkocht hebben. Want... Maar wat ik heel vet vond bij de Volksstand is juist dat ze het systeem erachter niet te zien. Zeg maar, oké, je bent nu, hè, de positie is vakant. Je kan kans maken, hè, van Praag met zijn steun in Europa. Mensen, hè, hoe hij het hier verkondigde. Ik heb echt kans, anders doe ik niet aan mee. Ja, toen werd gewoon pijnlijk zichtbaar hoe dat systeem in elkaar zit. En dat als je het zoals Van Praag wil doen, want ik had altijd wel een beetje mijn bedenking bij Van Praag. En zei Mark, ja, zijn grote probleem is gewoon dat hij het echt heel ver wilde spelen met iedereen. Ja. Zijn en daar integriteit is zijn grootste probleem. Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Dat... Nou ja, dat heeft hij al een keer eerder ontdekt toen hij voor de FIFA ging. Ja. En dat hij dacht, ik geef mijn steun aan Prins Ali. En, nee, maar dat bedoel ik. Dat bleek ook een misvatting. En ik heb het daar ook met hem over gehad. Want mijn allereerste column van VI ging over dat hij zich absoluut niet kandidaat moest stellen. Omdat hij dan zijn integriteit op het spel zette. Ja. En dat is wat je ziet. Ja, maar om terug te komen op die keuze van Volksstand. Juist Volkskrant en NRC moeten dat doen. Ja. Ik heb vroeger bij het AD en Telegraaf altijd... ik heb niet bij de Telegraaf gezeten, maar zeg maar AD en Telegraaf... om dat nog eens even te benadrukken. altijd gezegd, wij moeten die mainstream sportjournalistiek bedrijven. Wij moeten het brede publiek bedienen. En Volkskrant en NRC kunnen zich veroorloven om te zeggen... ja, wij hoeven niet bij elke wedstrijd slaggevers te hebben. Wij hoeven niet al die Champions League wedstrijden mee te gaan. Dus dat geld wat we daar uitsparen, dat steken wij in goede onderzoeksjournalist. Maar zou je het niet een toegevoegde waarde vinden voor het merk Voetbal International? Nou ja, ik vind dat wij met Ivan en Tom twee onderzoeksjournalisten hebben. Ja, maar die dat wij doen, hè? Nee, die dat dedicated hebben gedaan in de fase. Ja. Daar heb je gelijk in. Dat speelde. En Slag om de Skybox hebben ze geschreven. En ze hebben al die FIFA-mensen beschreven. Zij zijn ook naar de Bahama's geweest. Ze hebben al dat. En ze hebben ze heel leuk, goed en duidelijk opgeschreven. Ze kunnen heel goed schrijven, makkelijk opgeschreven. En nu zitten we in een fase dat we zeggen van oké, er is van alles aan de hand bij VI. Even opnieuw de stellingen bepalen. Maar ik heb wel tegen beide mannen gezegd van ja, duik daar eens in. Ja. En bijvoorbeeld het Kuip-dossier, dat is super interessant. Ik bedoel, zoek het ook niet altijd internationaal, hè? Nee. Zoek het ook gewoon eens in Nederland. Ja, maar, waarom nog, ik denk dat voor het Nederlandse publiek misschien wel veel interessanter tuurlijk, is. Tuurlijk. En ik denk dat je in Nederland zoveel interessante onderzoeken kunt doen. Alleen het probleem met onderzoeksjournalistiek is heel vaak, je moet niet in het wilde wegschieten. En voor een deel moet dat soms. Maar ja, dat kan budget-wise kan dat niet meer. Nee, maar wat mij heel tof lijkt is de eigenaren van clubs in Nederland. Klopt, ja. Om daar eens een keer in te duiken hoe dingen... Wat is er? Oh, nee, het is toevallig dat je erover begint. Hoezo? Nou ja, als het goed is, dan ga ik dat morgen doen, toch? Met die... Van Fortuna Sittard. Ja, dat vind ik al, ja. Daar hebben wij al een verhaal over gehad. Ja? Ja, moet je maar eens even... Daar klopt er helemaal niks van. Nee. Dat verhaal is de reden dat ik hem nu het echte verhaal ga laten vertellen. Denk, shit, wie heeft dit verhaal geschreven? Nee, waar het mij om gaat is, dacht, nu komt er een argument. Jij bent meestal van de argumenten, toch? Nee, zeker. Nee, maar Jordi, zeker. Je werd toen, eigenlijk toen die twee dagen werd aangesteld, werd je gelijk gebeld. Ja. Hij is hier nooit, hè? Heel weinig. Zit altijd in Turkije. Ja. Geert-Jan Jacobs heeft het verhaal geschreven. We hebben geloof ik 20 minuten in een lobby op Schiphol en we hebben geen idee. Ik denk dat het, ik verwacht dat het iets minder loesje is dan deze afspraak doet ik voor. Ik hoop dat het loesje er is. Ik hoop dat het loesje wordt, ja. Nee, inderdaad. Ik ga mee morgen. Jij gaat alleen maar zo zitten, toch? Ja. Dat maakt wel indruk. Ja, maar geloof jij daar, Steve, eigenlijk de eerste was Vitesse voor mij in Nederland. Ja. ADO, nou, ik heb totaal op dit moment geen idee wat er aan de hand is met Rode JC, hoe daar die geldstromen zijn. Maar het lijkt op dit moment dat het een bizar handelshuis is. Want ja, echt van een team kan je niet spreken. NEC, waar je natuurlijk, hoe heet dat, Futuralis, daar zijn ze mee gebroken. Zijn ze mee gebroken. We hebben wat meegemaakt daar het afgelopen jaar. Nee, maar ik bedoel meer. Dat zijn best wel verhalen in Nederland, weet je. Dat, het is zo schimmig aan het worden. Maar onderzoeksjournalistiek staat er gewoon over de hele linie enorm onder druk. Omdat het heel duur is. Omdat het heel duur is, maar het is nodig. De redacties worden allemaal kleiner en gaat het gewoon heel moeilijk. Iedereen lult over nieuws, maar als niemand meer nieuws maakt, heb je ook niks meer om over te lullen natuurlijk. Nee. En wat je merkt is dat zo'n club gewoon daarna gewoon diverse persmomenten kan inlassen om ruis te creëren, waardoor het onderzoek ineens wordt ondergesneld. Dat doet de correspondent natuurlijk wel heel goed. Door in ieder geval daar vol voor te gaan, zeg maar, in te zetten op belangen. Op het moment dat je iets anders bent dan VI of AD of Telegraaf, dan heb je iets. Je moet altijd iets anders zijn. Je moet niet hetzelfde nog eens een keer proberen over te doen. Klopt.
En wat betreft die clubs, het is een keuze, hè? Het is een keuze van Roda om te zeggen, oké, ze hebben een jeugdopleiding. Maar ze hebben heel duidelijk bepaald van, wij geloven in de filosofie van de handel. Ja. Dat kan ook leiden tot een geweldig seizoen. Want je kan er maar net even een. PEC Zwolle is ook zo'n soort club. Waarbij ik denk van, ja, wat ben je nou eigenlijk? Hè? Soms hebben ze een jaar, dan hebben ze die nee zit. Dan spelen ze top 6. Ja. Ja. En nu staan ze onderaan. Omdat ze toevallig een paar niet goede jongens hebben. Of... Ik denk dat Ron Jans zich ook nog wel die werd afgelopen zomer benaderd om samen met de technisch directeur samen aan de slag te gaan in het buitenland. Dat hij zich nu ook wel eens op een gegeven moment afvraagt. Zo, had ik dat maar gedaan? Want er komt nu een vraag binnen. Zie je PEC Zwolle vanavond winnen? Ik jullie eerlijk gezegd niet, nee. Thuis van Den Haag, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, tegen ADO thuis. Ja. Nou, als ze dan niet winnen, hebben ze... ADO heeft er ook alweer 3 op rij verloren. Hè? Die flow van die eerste paar weken. We moeten ook niet gaan doen alsof dat het is. Een ideaal momentje, denk ik, voor PEC om weer... Ja, maar dus, welke aanleiding zou je dan hebben om te zeggen dat PEC het nu beter gaat doen? Ja. Dat kun je voor ADO misschien ook zeggen, maar... Daar hebben ze toch een spits rondlopen van wie ik denk dat hij er altijd nog wel eentje in kan knallen. Zonder dat hij goed speelt. Bijzonder ondergewaardeerd volgens mij in Nederland, de spits. Absoluut. Van ADO. Zeker. Sowieso worden spitsen die niet helemaal, hoe zeg je dat, die een beetje houterig overkomen en er wel in pissen in Nederland heel erg ondergewaardeerd, toch? Ja. Er wordt hier nog steeds gezegd dat Inzaghi niet kon voetballen. Kon hij misschien ook niet, maar scoorde altijd. Nee, inderdaad, want dat is wel, hij kon niet voetballen. Nee. Dost, maar die gaat wel lekker op het moment. Dost maakt tegenwoordig ook hele goede goals. Maar jouw clubje speelt dan 2:30 uit in Willem II? Tegen Willem II? Nee, mijn clubje speelt in de Jupiler League. Maar jouw club in de Eredivisie? Je zei net wij, toch? Nee, maar Feyenoord is niet mijn club. Nee? Ik heb thuis 2 kinderen zitten en de een is voor Ajax, de ander is voor Feyenoord. En waar is papa trots erop? Op beide kinderen. Ja. Maar de voorkeur van welke club? Of heb je... Nee, ik heb geen voorkeur. Ik heb als verslaggever 3 jaar rondgelopen bij Ajax. En dat vind ik een onwaarschijnlijk boeiende club. Want ik heb het ooit met een centrifuge vergeleken. Iedereen die daar binnenkomt wordt door elkaar geschud. En je weet nooit hoe je eruit komt. En Feyenoord heb ik ook een jaar rondgelopen. Ja, daar zien ze achter elke boom een vijand. Dat was toen al zo. Dat is een soort clubcultuur. Maar hoe komt dat? Komt dat door een, bepaalde... Nou, dat zit ook een beetje in... Ik wilde nog net geen naam zeggen. Personen. Ja, nou ja, komt dat door een bepaalde persoon, denk je, die er al heel lang zit? Nee. Dat is ook een beetje de cultuur. Kijk, Rotterdam, ik heb er heel lang gewerkt. Ja. En ik hou van die stad. En tegelijkertijd hebben echte Rotterdammers... hebben soms wat ze dan de Second City Syndrome noemen. Die hebben toch een beetje het gevoel van... Altmaar Amsterdam. En, wordt hier verdiend en in 020 over de balk gesmeten. Ja. Terwijl de nieuwe generatie Rotterdammers heeft dat gelukkig helemaal niet. Ja. Die zijn veel meer overtuigd van zichzelf. En Rotterdam is ook een veel creatievere stad dan Amsterdam. Dus dat soort dingen. Alleen, de creatieven worden in Rotterdam geboren. En ze gaan in Amsterdam gaan ze op allerlei creatieve bureaus werken, om een voorbeeld te noemen. Ja, maar het is kwestie van tijd dat ze teruggaan, denk ik. Ja. Ik kan me niet voor... Ja. Komen er ook meest creatieve stand-up comedians ook uit Rotterdam? Nou, in Rotterdam moeten ze er eens achter komen dat ze Amsterdam niet nodig hebben. Ben je Roffa? Ik ben Roffa. Nou, door toch? Of wat was het? Nee, joh. Waar heb je vroeger gevoetbald? Bij HBSS, bij Schiedam. Schiedam, ja. Kijk, onder de Rotterdam. Ik zwemde met de zoons van John de Wolf. Ik zwem wat Zuid. Echt? Ja. Humboldt. Dus lange manen stond. Dan mag je wel zeggen dat je uit Rotterdam komt, toch? Ja, toch? Hadden die ook zo'n shirt met bloemetjes erop? Oh, Ernst, pak even de microfoon. Wat wil je zeggen, jongen? Ik heb één vraag. Eén vraag eigenlijk. Wat willen we eten? Waar heb je zin in, Christian? Kijk vooral de gasten aan. Stefan. Je bent net met je crash dieet begonnen, toch? Met een crash dieet? Stefan heeft een hoop nodig, maar geen dieet. Wat, ja, waar heb je zin in? Jean-Paul heeft een sushi. Sushi. Die kan er over mee. Sushi. Nou ja, het wordt geregeld dan. Heel goed. Gaan we doen. Nou, geregeld. Ja, mooi toch? Ja. Rob en Nico achter hebben daar een probleem mee, begrijp ik. Vraag aan jou. Welke club verkoopt het beste voor VI? Met andere woorden, wat werkt het beste als je dat op de proef zet? Ik heb een keer met Derks om tafel gezeten. En die probeerde me toen al naar VI te halen. En toen zei hij, heeft hij mij de filosofie uitgelegd. Ik denk dat nog steeds werkt. Die zegt, Feyenoord verkoopt het best. En het heeft ook mee te maken dat alles wat Feyenoord uitbrengt, of dat nou sjaals of t-shirts of wat dan ook zijn, wordt gekocht door die fans. Dus een VI-cover met Feyenoord heel loyaal aan. Zal goed verkopen. Alleen de losse verkoop is op dit moment nog steeds. Is nog wel belangrijk, maar uiteindelijk is dat niet meer zo'n enorme grote markt als dat het vroeger was. Jullie hebben heel veel data, wat je ook uit kunt lezen tegenwoordig bij VI. Ja. Welke club is het best vertegenwoordigd onder de abonnees, zeg maar qua favoriete club? Ik denk Feyenoord. Ja?
Okay. En op VI.nl, er zit trouwens iemand net te zeuren over VI.nl. Het reageren eronder is bijna net zo erg als bij Geen Stijl. Ja, zit er überhaupt een moderator op? Ja, ja, dat is toch gewoon een internetkwaaltje van als je het internet openzet, gewoon, dan krijg je bullshit ook, binnen. Ja, dat het is, is wel een aparte keuze, vond ik, dat om dat toe te laten. Omdat voetbalzone dat natuurlijk wel in Nederland een beetje geïntroduceerd heeft. Maar die heeft ook zeg maar de Zuid-Europese ding meegenomen van wij checken niks, wij vertalen alles, we jatten alles. Zet het er neer en ga maar los eronder. En dat is een hele cultuur geworden. En die jongen is rijk van geworden. Maar ja, ik denk ook, want hoe dan ook krijg je dit. En het voegt niks toe in mijn zin van het level wat je wil uitstralen of wat je bent als voetbal international zijnde. Nee, we hebben, ik moet wel lachen, want ik zie natuurlijk ook de reacties onder mijn column. En straalt eentje, ik ga zijn naam noemen, want dan krijgt hij te veel eer. Maar die is vanaf dag één is die tegen mij en die vindt Kees van Kuilenborg veel beter. Nou, dat mag. Op zich heb ik daar geen moeite mee. Maar dat is wel iemand die al een stuk ouder is. Ja, dat is al een stuk ouder. Ja, dat was een oude hoofdredacteur. Voor Derksen. Ja, en Joop Niessen vond hij ook heel goed. Dus, maar die jongen is ooit... Dat hij maar nog overweg kan met de computer. Ja, nee, hij is ooit afgewezen. Is het Kees Jansma? Nee, hij is... Kees zou dat nooit zeggen. Nee, maar om maar een voorbeeld te geven... Jan Keesma. Wat je volgens mij moet doen, en daar zijn we ook over bezig... Eigenlijk zou je een vinkje moeten aangeven van de goede reactie. Dat je op een gegeven moment zo'n duimpje omhoog of zo bij de mensen van je... Juist, dat je... Duimpje dat je blauw die, maken. Ja, dat je slechte comments naar beneden... Ja, ze werkt het op Facebook. Ja. Maar ik vind het wel opmerkelijk, hè? 2016 en nog steeds... worstelen grote merken zoals VI, maar ook anderen natuurlijk, met het fenomeen de internetcomment. Terwijl ja, dat is al natuurlijk al bijna twee decennia aan de gang. En je moet het gewoon modereren, dat moet. Want anders ja, maar dan, het is ook een kwestie van, dat wij willen het graag modereren, maar dan moet je dus mensen voor hebben die dat doen. Dus het is ook gewoon budget hebben om dat te doen. En de keuze... Als je een journalist, bij wijze van spreken. Bij wijze van. Dus het is een keuze van, oké, waar geef je geld aan uit? Nou ja, dat kan aan modereren zijn. Maar ja, ik wil je knop ook niet uitzetten. Bij de AD is op een gegeven moment de knop uitgezet. Ja, nou, dat is dezelfde discussie. Ja, jij kan het nu eerlijk toegeven. Je bent toch al weg. Ja. Is dat toen uitgezet omdat Sjoerd veel harder ging met zijn columns dan... Chris Nijnatter. Want toen is het wel omgezet. Want mooi ik weet dat Sjoerd... Ja. Sjoerd begon toen net met zijn column. Toen ging hij op vakantie. Toen kwam hij terug en iedereen teleurgesteld. Ja, inderdaad. Nou, jij weet dat. Ja, jij hebt dat toen meegemaakt. Nee. Ik weet dat het begon bij Hugo. Hugo gaf aan van... Moet ik dit gezeik elke keer om mijn column hebben? Dat is toch helemaal niet goed? Nou, dan had hij gewoon een punt. Ja, natuurlijk. En toen hebben we hem uitgezet. Okay. Kijk, weet je wat ik grappig... Beste beslissing ever. Ja, nou ja. Ik heb geen Stijl gewerkt, dus ik weet waar ik over praat. Ik kan het zeggen. Nee, maar heel veel merken doen heel krampachtig erover. Van, ja, maar dan kan de burger niet meer zijn mening ventileren. Nou, die burger vindt wel een ander voor een podium. Dat geeft niet als je dat uitzet. Ja, maar ik vind het jammer omdat bijvoorbeeld onder de stukken van Pieter Zwart staan soms hele goede reacties. Ja, maar ook gewoon. En dan denk je, ja, die wil je eigenlijk... Ik lees al die comments, ja, tot het op een gegeven moment dat ik denk, jezus, weer zo'n zeik. En dan zet je hem af. Nou, kan nog wel. Een beetje random. Maar je hebt ook... lekker. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bij YouTube... dat mensen... wij kunnen zeggen van... we zetten vandaag... onder deze film zetten we het uit... onder dit filmpje zetten we het wel aan. En die keuze zou je bijvoorbeeld ook met artikelen maken. Wanneer het stuk helpt... of wanneer het interessant is... dat je die mensen nog de mogelijkheid hebt. Ik denk dat je vrij snel erachter komt... bij welke onderwerpen dit gedoogd moet worden... en bij welke onderwerpen het gewoon... uitgezet kan worden. Maar vandaar ons idee om te zeggen van, nou, laten we de goede comments, en dat is niet alleen positieve comments, hè, voor alle dadelijk. Maar ook kritiek, maar dan ook kritiek, goede maar gefundeerde kritiek. Nou, laten we die gewoon hoog zetten of vinken of zo. Dat je, dan kan je ook zelf scrollen en denken, oh ja, ik wil alleen de goede. Nee, maar het werkt natuurlijk ook twee kanten op. Kijk, aan de ene kant, wat je ook zegt, sommige haatcomments moet je vooral niet veel eer geven en laten wat het is. Aan de andere kant er zit ook gewoon best veel kwaliteit tussen, waar je gewoon ook als maker van een blad of als programma zoals wij wij halen heel veel uit onze comments. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar dat is kwaliteit gaat ook omhoog als je het een soort van community laat worden die zichzelf ook modereert. Ja. Maar ja, als je gewoon stel maloot en het laat verzieken, ja, dan komt er nooit wat uit natuurlijk. En het is ook maar een fractie waarschijnlijk van je publiek, hè? Want zoveel mensen als er op die site komen, een fractie daarvan reageert maar. Ja. En vaker natuurlijk negatief dan positief. Ja, maar wat ik jammer vind is dat waarschijnlijk ook een deel denkt, joh, ik lees het dan niet eens meer, want het is toch alleen maar gezeik. Nou, en dat is zonde, want er zitten gewoon ook goede comments dus. Maar soms dan zie je dan staan 87 comments. Nou, dan ben je bij de eerste 10 doorheen. En dan denk ik, ja, waar zit die goede dan? Dus dat is waarom je hem zo het liefst wil aanvinken. En dat je zegt van, oké, modereer het dan inderdaad zelf. Laten we van elkaar dan maar een soort community ontstaan van, nou, dit vinden wij goede reacties. Dat is toch heel goed? Vind ik beter dan het gewoon uitzet.
Ja, nee, tuurlijk. Als je dat ook, als je die minderheid die het wel goed wil beschermen, is dat een heel groot argument. Alleen, ja, kost wel bloed, zweet en tranen op het internet, want ja, gaat niet vanzelf. Nee. Nee, nee, maar, ik vond het wel mooi bij het AD, die dan natuurlijk ook gewoon ja, AD en Telegraaf afvoerputje van de internetcomments. En toen zetten ze het een dag uit en dan, eureka, dat was het gewoon. Ja, je kent het ook uitzetten. Ja, daar krijg je ook wel heel veel commentaar op, maar dat geeft er niks. Nee, maar de gemiddelde comments mensen... Comments. Ja. Ja. Ja, de gemiddelde internetcommenter is gewoon 24 uur per dag woedend op ja, alles. Ja. Ja. Nou, Hugo heeft een keer iemand helemaal uitgezocht van wie doet dit nou eigenlijk. Peter de Vries doet dat tegenwoordig ook, hè? Oh ja? Internetpesters. Oh ja, nee, maar Hugo kwam er dus achter dat degene die hem echt diep beledigde in de column, dat gewoon... Zijn buurman. Een hele saaie 48-jarige bankbediende. Ja. Die gewoon op zijn zolderkamertje. En dat beschreef hij heel mooi in zijn column. Dus ik denk, de NOS hebben ze het gedaan ook. Hè? Jeroen Gruter moest tegen een muur aangezet worden en geliquideerd worden. Dat was wel heel heftig. Ja, maar toen hebben ze het uitgezocht. Toen hebben ze het uitgezocht. Bedreiging. Ja, en toen, wat was de ex van hem? Nee, het was een manager van een groot bedrijf. Nee. Ja, en dus het bedrijf gebeld. Ja, die ging echt door de shit. Maar het belangrijkste argument vind ik nog eigenlijk dat hele commenten is gewoon passé. Want sinds opkomst van social media is iedereen zijn eigen... Je hebt je eigen commentshoekje. Ja, precies. Ja, die hebben me alweer een stuk geholpen, jongens. Ja, dit kan je meenemen in de nieuwe discussie meeting. Volgende week over social media. Hoe vind je dat jullie dat doen op social media met VI? Nou, dat kan beter. Dat kan een stuk beter. Dus ik vind dat we dat nog niet... structureel goed doen. Dus laten we zeggen, we doen wat. De een doet dat wat beter dan de ander. De een is enthousiast, de ander wat minder. En ik vind dat je als bedrijf daar ook een soort van... je moet erover nagedacht hebben. Hoe gaan we dit doen? Waarom doen we dit? En wie doet dan wat? En zo. Nou ja, daar zijn we nu mee bezig om dat strakker te trekken. Ja. Want ja, je hebt soms iemand die het heel goed doet en dan anderen die... Ik kan het zeggen, zoals zo'n Ramon Min heet ja? het gewoon. Ramon Min, ja. Die heeft hier echt in korte tijd gewoon... Ja, dat is een van de belangrijkste voetbaltwitteraars van Nederland. Ik denk wel dat het een lijn te trekken binnen... Want je hebt natuurlijk ook diverse leeftijdscategorieën binnen de werknemers en zo. Dat het best wel moeilijk is in die zin van hoeveel feeling je ervoor hebt... en of je het echt met tegenzin of zin doet. Dat is ook moet een nooit beetje... met tegenzin doen. Nee. Als je met tegenzin moet doen, moet je het niet doen. Ja, maar, nou, dat is wel ook... goed dat je zegt. Maar ja, op een gegeven moment weet ik... Ik weet nog steeds niet of jij dat hebt gedaan of je voorganger. Maar er ging in ieder geval over dat je als verslaggever ook moest gaan twitteren. Ja. Maar dat is verplicht. Ja. Nee. Dus dat, nou, in ieder geval zo kwam het over. Want als je de eerste tweet ziet van bepaalde mensen, dan zag het toch echt als verplichting. Nee, maar dit klopt wat je zegt. Mijn voorganger heeft het verplicht gesteld. En ik heb gezegd, als jij niet kunt twitteren, of je wilt niet twitteren, of je houdt er niet van, stop er dan mee. Want niemand schiet er wat mee op. Nee, maar kan dat als verslaggever in deze tijd? Ja, alleen moet je dan afvragen, wat kun je dan daar, als je dat niet doet, dan moet je iets anders heel goed kunnen. Ja. Ja, nee, inderdaad. Maar als jij nou een heel mooi verhaal kan schrijven, bijvoorbeeld. En je bent een beetje ouderwets journalist, maar je schrijft een prachtig verhaal. Ja. En je doet er wat langer over dan de anderen. Dan is het aan mij om een keuze te maken van ja, dat is wel heel veel waard. Ja, ja, moet zo'n jongen dan snel gaan twitteren en zo? Ja, maar dat zou eigenlijk ook eigenlijk... Ik geef jou verslaggevers nu als voorbeeld. Maar eigenlijk toch ook met voetballers en zo. Ja, eigenlijk als het allemaal zo gemaakt is, dan doe het dan niet. Ja, maar dat zeg ik altijd. De Snijder die heeft zijn manager die zijn tweets doet. Guido Albers. Dat heeft echt 0,0 toegevoegde waarde, ja, want het is ook om de drie dagen matchday. Ja, pik, ja, dat weet ik ook, want Galla moet spelen. Ja, pik. Ik heb zelf ook live gehoord, denk ik. Ja. Het grappige jij mag is... pik zeggen, toch? Natuurlijk. Hij deed ook, hij was voorheen nog de manager van Ronald Koeman. En ik zat ooit bij een lezing, dus ik dacht, met Ronald Koeman. En ik dacht, ja, dat die tweets worden dus allemaal door Guido Albers. Ah, toen zag je Ronald Koeman, dus ging wel een beetje lastig zo. Die deed zelf. Ja, vond ik wel. Ja, maar dat is wel leuk. Want als het moment leuk, dat het publiek het doorheeft dat jij het zelf doet, dan wordt het ontzettend gewaardeerd. En uiteindelijk willen we dat allemaal zien. Nee, het grote deel van het publiek heeft dat niet door. Ben ik ook eens met Stefan. Van de week was Brunet en Narsing, volgens mij, of Bergwijn. Die hadden met 10 seconden daarna, dat is gewoon een hele luie social media manager, die had gewoon identieke tekst met de identieke hashtag en een foto van de een en de ander. Weet je wat ik had het een goede binnen 20 seconden getweet. Ik vond dat het een goede in het eerste jaar Milik bij Ajax. Dat hij geen woord Engels sprak, maar alles in perfect Duits deed. En na elke wedstrijd, ja, great result, happy for the team. Ja, precies. Nee, die jongen die sprak geen woord Engels. Jij zegt dus het grote... Over Milik, het ergste is nog een keer dat hij een keer zei, dat hij aan het twitteren was, en toen was Ajax aan het trainen. Ja.
Klopt. Dat ging dus ook even... Oh, na, na, het andere gevaar met die... Nee, ja, rest, maar het andere gevaar met bijvoorbeeld van die schedule tweets... is dat Gregory van der Wiel een uur na de aanslag in Parijs... dat hij zei van... hé, hey, wie komt er een potje FIFA tegen me lachen? Weet je, ja. Echt? Ja, dat is scheduled, ja. Ah, dit was ook mooi, hè, van die blanke... Ja. Hij, is het nou bewezen dat hij dat in de rust deed? Of, Volgens mij is bewezen dat als Snapchat zo werkt... als dat we allemaal denken dat het werkt... dat het in de rust is geweest. Okay. En is dat erg? Dat is weer een hele andere discussie. Moeten we boos om worden? Ophef? Ik ken ook... Moet ik op de computer... Je weet als stel in de tweede helft had standaard gelijk gemaakt... of het ging fout, dan was dit verschrikkelijk erg. Ja. En nu is het helemaal niet erg. Maar het moet toch niet kunnen? Het moet niet erg zijn. Nee, dat moet niet mogen. Nee, dan moet je niet toestaan. Bezig met de wedstrijd. Ja, nee, dat vind ik ook. Precies wat jij... Nee, maar precies wat jij nu zegt. Ja, precies om die reden. Ik dacht namelijk... Dit heeft hij wel echt zelf gedaan. Nee, ik snap dat niet. Guido Albers. Peter Bos zei... Hé, Peter, kan je me even snappen? Wacht even, ik ga ervoor zitten. Ik dacht dat jij zou eindigen met de opmerking... Dus, dat kan dus niet. Nee. Maar jij ging precies het omgekeerde zeggen. Er zijn ook spitsen die kijken in de rust op livescore... om te kijken of hun concurrent op de topscorerslijst gescoord heeft. Ja. 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 Dat vind ik ook niet goed. Het is je moet gewoon niet op je telefoon. Ik vind het ook wel wat geinigs hebben. Ja, maar ik vind toch dat die 90 minuten... waar je toch echt op afgerekend wordt per week... laat zeggen 105 minuten hè, met die rust erbij. Maar het heet niet voor niks rust, hè? Dat jij tijdens... Ja, maar gewoon... Ja, zo'n kleedkamer... Had nou niet zo. Ja, nee, maar ik vind het... Ja, of vier bekertjes. Ja. Zouden ze nog thee schenken in de rust? Ja, zeker. Het is maar, toch... shakes, thee... shakes? Ja, gewoon om te... Hey, witte. Nou, ik weet niet, voor mij is dat na de wedstrijd, maar dat ze gewoon ook dingen krijgen om snel dingen op te nemen in maar het lichaam. Het is toch wel van, je moet op een gegeven moment, dan moet het gewoon mogen. Ja, dat kan niet anders. Want nee, maar kijk, een amateurvoetballer gaat een sigaretje roken. In de tijd van hoe wij nu eens zijn geworden met die telefoon, dan kan je toch ook een snap maken? De rust is toch voor hun nog steeds werk? Ik wil net zeggen, en kijk, dat wij een camera hebben in, weet je, daar hebben zij niks mee te maken. Hun focus blijft nog steeds op het teamproces. Maar als iemand, stel, kijk, hij doet nu, dat er vier man straks, ja, Peter, wacht even. Kijk, nou, wij kennen jou niet anders, dus het is moeilijk. Moeilijk. Zoals bij LSVV doe ik het niet. Okay. Maar het werkt kan je aan Freek vragen. Zo, dat dit absoluut dat niet mag. Dat Freek ook niet toe. Nee, maar Freek heeft ook niet zo'n Snapchat. Maar je weet in ieder geval dat het gedoogd is om je telefoon in zich te pakken. Want daarvoor heeft hij dit kunnen doen. Want het werkt toch in de sport zo gek dat dit absoluut niet mag. Tenzij je heel goed bent in je sport. Dan mag het wel. Maar hij pakt een cruciale bal om een uur. Als hij die bal pakt is niet erg. En spits, als hij scoort mag hij alles doen. Nee, je moet het gewoon niemand toestaan. In de rust. Ik denk dat Peter Bos er niet zo blijven. Oom is toch? In een vlog van zijn nichtje heeft hij gereageerd dat hij het niet heel erg vond. Nee. Dat was mooi. Dat is iets wat ik echt fantastisch vond. Ja, ik ook. Waarom? Waarom ik vind u altijd boos? Ja, zo boos. Ja. Ik ben altijd mijn leuke oom, maar ja, op tv kijkt u altijd zo boos. En toen zei hij ook, ja, als ik dan mezelf terugkijk, ja, dan denk ik, jeetje. Maar het begin is ermee om het gewoon. Ik denk dat die donkere baard. En zijn wenkbrauw, hè? En zijn wenkbrauw. Maar ook dat. Of je laat een goede baard staan, weet je wel. Dan heb ik zoiets van, nou oké. Okay, modeadvies. Nou ja, dat is een style. Een gratis tip voor Peter. Maar of je laat die baard goed staan en je denkt, nou oké, dan ben je gewoon een boze man. En moet je er ook verder niet moeilijk over doen. Ja, of, maar dit is net niet. Wat vond je nou dat je Peter Bos niet bij een voetbalprogramma zag zitten van de week? Maar wel bij een actualiteitenprogramma? Of je hebt het niet gezien? Wat is er erg aan? Nou ja, ik zag heel veel. Waarom zit hij niet bij Studio Voetbal of Voetbal Insight? Nou, ik... Dat zegt wat over die programma's, niet over Peter Bos. Ik vond het heel tof. Ik vond het super tof. Ja. Ik vind dat de huidige programma's hebben ervoor gezorgd dat het niet zo gek is van Peter Bos om bij Paul aan te schuiven. Want ik denk dat het enige, en wat hij volgens mij al een keer heeft gedaan, is bij Kees aanschuiven. Bij die andere twee programma's, ja, dat is gewoon een beetje funest. Maar wil hij daar dan niet zitten? Dat weet ik niet. Misschien kijk, heel simpel, misschien als je het wel gewoon gevraagd. En nou, van, ja. Paul eist dat, hè. Paul eist dat alleen daar. En als je bij de wereld daardoor zit, eist hij alleen bij de wereld daardoor. Dus, maar dat is op die dag, hè? Ja. Maar ook over hetzelfde onderwerp, bij wijze van spreken. Dus het zou kunnen dat Peter Bos zegt, nou, ik doe één televisieprogramma deze week. En nou, dat Paul het is geworden. Nee, want die avond ervoor zat John van der Brom zat wel bij Studio Voetbal. Ja. Dus in die zin denk ik dat we... Ja, Studio Voetbal is geloof ik iedereen het over eens. Het is het allerslechtste voetbalprogramma op de televisie. Nee, dat bijna niet. Iedereen vindt dat. Nee. Maar Jeroen Pauw is de beste interviewer van Nederland. Dus ja, ik zou het ook wel weten. Ja. Sowieso vind ik het altijd leuk als mensen over hun eigen grenzen heen kijken. En gewoon, ja, dat hij wel bij Pauw gaat zitten. Ja. Er zit iemand hier. De comments. Beeld je even in. Nu kom je als trainer binnen. En sta je 0-3 achter en ziet 11 spelers lachend een selfie maken. Ik zie Huub Stevens al voor me. Nou, dat is, maar ook Huub Stevens. Dat is wel het moment waar we afscheid kunnen nemen van Huub Stevens. Want die heeft het al volgens mij best wel zwaar. Dat gaat hij niet handelen. Nee, maar die slaat ze echt in elkaar dan gewoon. Ja, die is nog wel echt van de oudste. Fysiek geweld. Zo op aan die kleedkamer haken.
Wie vind jij nou, Stefan, als je... Want, hè, we hebben de Frank de Boer die nu in het buitenland zit. Als jij nou kijkt naar trainers die je tof vindt, hoe die in de media naar voren komen. Mag binnen- of buitenlands trainen. Dat je altijd denkt, ja, ik vind het wel een toffe gast. Dus, we hadden net over internetcomments. Ik vind... Bij mij gaat iets niet heel snel te ver. Dus ik vind het juist wel leuk als mensen te ver gaan. Dus als een Mourinho te ver gaat... Ja, ik smul er dan toch van. Ik zie het als theater gewoon. Ik zie gewoon Simeone. Het spel wat hij speelt. Simeone, een heel goed voorbeeld. Dat vind ik gewoon echt tof om naar te kijken. En ik merk ook... Ik maak me niet boos, omdat ik weet dat het bij het spel hoort. Alleen ik snap heel goed dat ook waar mensen... Waar is de grens? Ja. Of is er geen grens? Ja, ik heb niet zo echt... Je moet een keer naar een show van hem gaan. Dan zie je dat hij niet zoveel grens heeft. Vechten als trainer. Ik heb niet echt gevoel dat ik echt heel grof ben op podium. Ik zit even je laatste show te kijken. Hij is anders opgevoed. Je nieuwe show promoten. Hij is anders opgevoed. Het is alsof hij de meest schandalige dingen op podium heeft. Nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Nee, volgens mij niet. Ik heb niet alle shows gezien. Ik scheld bijvoorbeeld niet op podium. Nee. Grof is niet altijd schelden. Kan ook over mensen zijn dingen zeggen. Oké. Nou, maar ik vind het toch wel... Zo'n comment, als dat veel te ver gaat... Dat ik dan bij mezelf denk... Ja, dat soort mensen zijn er ook gewoon. Maar je moet niet vergeten, dat is een soort van onderbuik... Gewoon... Daar is toch Facebook voor? Daar zitten ze allemaal op Facebook. Ja, voor mij ligt de grens wel een beetje gewoon bij... Tot het echt ongezonde vorm aan heeft. Iedereen mag Jeroen Guter kut vinden. Of niet. Maar als je iemand tegen de muur moet, vind ik wel een tandje verder gaan. Dat is wat ja, maar jij ziet het meer als een soort fascinerend fenomeen. Ja, dat er iemand is die dat optikt. Ja. En dan ga je je verplaatsen in zo iemand. Ik heb dat ook. Dat je denkt, hoe zit die gast erbij? Weet je wel, is dat iemand die zijn vrouw slaat? Of is dat iemand die thuis alleen maar slagen van zijn vrouw krijgt? Ja. Ik vind vooral de woede fascinerend. Dat je je zo boos kan maken om iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Ja, wij hebben vanaf dag één iemand die systematisch alle video's van ons disliked. Ja, sorry. Hij is vandaag nog aan het werk. Sorry, dat doe ik. Ik heb heel veel over om diegene die gewoon elke keer de moeite... Nee, maar zo'n hebben ze deze week heel twee denkproces video's. Is natuurlijk wel rete interessant. Van, ja. Hij moet elke dag moet die onze link opzoeken, weet je. En, hij is heel erg met jullie bezig dus. Ja. Ik denk dat ik weet dat er een man was die bij NRC Next als zo'n meisje aan een column... heet Renske de Geef of zo. Ja. Ik weet al wat het over. Ken je dit verhaal? Vertel. En er was die schreef een man, over seks, hè? Ja, die schreef iedere dag... schreef hij een samenvatting richting de hoofdredactie van NRC Next... wat zij had gezegd in die column in één zin. Maar het was, als je dat dan leest in één zin, is het zo kut. En dat deed hij iedere dag. Iedere dag. Ze hebben gewoon mails van 2-3 jaar oud... gewoon alleen maar over hoe kut Renske de Geef is... Ik vind dat dan toch weer grappig. Ja, dat is... Gewoon omdat ik denk bij mezelf... Ja, ik hoop niet dat ze er echt last van heeft. Maar ik heb ook wel zo iemand... Dedication is echt bijzonder van sommige haat. Nee, maar haat op internet is ook een interessant fenomeen. Maar als ik zoals hem hoofdredacteur was... En ik zou er heel snel klaar mee zijn op mijn platform. Ja. Maar heb je dat wel eens gehad dat je dan dat je x aantal comments kreeg... waarbij je dacht, oh, dit, hier zit aardig wat agressie in, maar dat je dat... Nou, ik ging altijd onder drie verschillende andere namen mengde ik me in de discussie... om het dan zowel die kant als die kant op te spinnen... en dan gewoon totale chaos te creëren. Dat vond ik leuk. Daar gaat best wel tijd in zitten. Ja, maar als je bij geen stijl werkt, heb je zeeën van tijd. Is het trouwens dat de haat bij jullie minder is, bijvoorbeeld als jullie een item van of een artikel van een vrouw van een Diana Kuip bijvoorbeeld online zetten? Ja, denk ik wel. Ja? Ja. Want dan wordt ook wel gevraagd, weet je, gaan er meer vrouwen bij VI dingen maken? Je hebt Diana Kuip, waarvan je nu tegenwoordig ook in het blad kiezen met Kuip hebt. Ja. Je hebt het meisje wat bijvoorbeeld, of meisje, Maaike, de vrouw. Maaike Wijnen. Maaike Wijnen. Schrijft vaak ziel en zaligheid. Ja. We hebben een bijlage gemaakt over vrouwenvoetbal. En daar schreef ook Annemarie Posma, die vroeger bij het Parool zat. Ja. Maar vroeger had je Antoinette die dingen schreef, als ik goed heb. Antoinette Schulderman. Ja, ja dat zou geweldig zijn als die ooit... Ik zag haar tarief. Ja. Wat zij verdient bij Linda. Dat is, en? Hoeveel is dat? Nou, zij zegt, ik ben dus met een interview... zij doet maar 2 interviews in de maand. En daar verdient ze 5.000-6.000 euro mee. Ja. Nee. Ja. Ja, daar kan ze zich voorloven, ja. Kijk, het vervelende is... Ik heb met Antoinette gewerkt toen ze begon. Want ze begon met AD. Ja. En toen was het nog niet 2.500 per interview. En haar geliefde, die... Ja, die is nog net zo duur, denk ik. Ja. Michel van Egmond. Okay. Ja. Dat is een powerkop. Nee, maar dat is top of the bill. Antoinette Schulderman en elke week een geweldig interview laten maken, dat lijkt mij top. Het enige probleem, denk ik, waar wij altijd tegenaan lopen, is
op het moment dat je Antoinette een interview... Bijvoorbeeld Antoinette, maar het kan ook iemand anders zijn. Maar stel dat je haar een interview laat maken met een voetballer. Ja. Die volledig leeg loopt. Want dat gaat gebeuren als je tegenover Antoinette zit. Je loopt gewoon leeg. Gaat de club met de dan gaat de club vervolgens en je krijgt een gedoe. Accepteer jij, zeg maar, als jij iets terugkrijgt... Dan kom je dus voor het dilemma. Ja, ik ben er nooit bij met het interview. Ja. Maar dan, het is opgenomen. Het is opgenomen. Nou ja, en dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, wat wij altijd zeggen is... Nou, de verslaggever gaat in onderhandeling met de club. En dan is het kwestie hoe ver kom je eruit. Maar ja, als je te veel moet inleveren... dan moet je ook gewoon eens een keer zeggen... Ja, dan gaat het interview niet mee. Ja, dat heb ik nu een paar keer gedaan. We hebben laatst een voorstel gedaan bij Feyenoord. We wilden een coverfoto maken van in het begin van het seizoen van de nieuwe aanval van Feyenoord. En daar hadden we bedacht van nou, we gaan Elia, Kuit, Jurgensen en Filena. Hè, de man die dan de aanval moet bedienen. Dus belden we op en zeiden nou, we willen een speciale coverfoto maken. Die vier jongens, dat kregen we als antwoord. Nou ja, dat is een beetje lullig voor Michiel Kramer. Ja. Ja, dacht ik al. Dan denk ik van, ja, maar daar moeten jullie toch een maling aan hebben. Wij als VI bepalen dat. Ja, dan kan je ook rustig zeggen, ja, dat willen ze bij VI. Ik sta er niet achter, maar ze willen dat bij VI. En dat doen ze dus niet. Dan denk ik, ja, dan mis je dus als club een mogelijkheid... Ga je toch veel te om gewoon door op de cover van een groot blad te staan. Gewoon een selectiespeler, ja. En blijkbaar ook een bankspeler. Toch? En dat hoor je dus vaker, hè, weet je. Dat je denkt van... Pff, Als wij een videofilmpje willen maken. Afgelopen week hadden wij een item gemaakt over Zivkovic. Ja, die hebben ze wel gemaakt. Kees over Zivkovic. Ja? Maar we wilden Zivkovic. En wat wij wilden was... We hadden atletiek trainer van Daphne Schippers aan het woord. Heel leuke gast. En die vertelde ook hele interessante dingen over de snelheid. En we wilden de conditietrainer van Utrecht. Of in ieder geval iemand die fysiek met Utrecht aan de slag is. Ja, dat wordt dan afgeblazen door de trainer. Omdat hij zegt, nee, geen pers. Terwijl je denkt, het gaat om iets moois. Wat je snelheid, Zivkovic, positief. Maar dat is toch het verschil tussen de media zien als kans en als bedreiging. En bij Utrecht en ook Feyenoord. En ze zijn nog wel rich clubs. Daar zien ze de media echt als het grote, boze kwaad van buitenaf. Dat hier een beetje de club is. Zo jammer is dat. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Dat bewijzen andere clubs weer. Maar goed, ja, dat is jammer. Voor iedereen eigenlijk. Voor fans, voor media mensen. Clubs zijn toch zo bang voor columnisten. Hè? En dat... Die hebben natuurlijk iets meer vrijheid om iets meer buiten de lijntjes te schrijven. En ik vind dat jullie hebben wel een van de... tenminste, persoonlijk vind ik Nico Dijkshoorn echt geweldig. Ja. Maar die is ook leuk. Die heeft het inmiddels aan de stok met een andere columnist bij jullie. Met Ronald Waterreus. Ik zit er wel van te smullen eigenlijk. Maar gaat dat nog door? Weet je wel, vroeger had je in de kranten polemieken. Dat is heel lang geleden, maar dan gingen twee columnisten met elkaar... Ja, want Dijkshoorn haalt echt het beste in Waterreus naar boven. Want die had ik... Ja. Vond ik niet de beste columnist, maar sinds die mot heeft met Nico gaat het een stuk beter. Ja. Wie vind je eigenlijk de beste analist die jullie hebben in het blad? Zeg maar, of beste columnist van de voetballers? Je hebt vier oud-voetballers. Wat lees jij nou het liefste? Ik ben aan het nadenken omdat ik het ook vervelend vind als ik hier in dit gremium zeg wat ik van ze vind. Want je hoeft ze niet allemaal te onderbouwen. Ik heb namelijk afspraken met alle columnisten de komende week. dus nou deze week zijn ze alle vier niet meer in dienst. Ik zou Pierre zeggen, dat is de enige die kijkt. Nee. Ik vind dat ze alle vier... Ik ga iets zeggen wat ik ook meen. Dat klinkt politiek correct, maar ik meen het wel. Ik vind dat ze alle vier soms een goede column hebben, soms heel slecht. Ik vind wel dat Waterreus inderdaad het meest prikkelt. Dat hij over de zeiken wordt geholpen door Nico, ja. Ja, nee, maar kijk, wat ik jammer vind is dat deze vier columnisten op heel veel verschillende podia te zien zijn. Ja. En, zeker met Dijkshoorn. En dat vind ik jammer. En ook te weinig als VI-columnist dan te zien zijn. Ja. Ik had veel liever gewild dat er steeds bij had gezegd VI-columnist Ronald Waterreus, VI-columnist Pierre van Hooijdonk. Daar moet je voor betalen. Anders zitten, bedoel je? Je kan ze exclusief aan je binden, maar daar zit natuurlijk iets tegenover. Ja, alleen, kijk, ze zijn vastgelegd door mijn voorganger. En dat soort dingen moet je goed met elkaar afspreken. Ja. Maar, en ik vind ze soms te lang. Dat vind ik ook van Nico, dat heb ik ook tegen Nico gezegd. Dat vind Nico over zelf ook. Soms moet je een column moet soms niet te lang zijn. Nee. Het is een beetje dat je denkt, oké, nou heeft hij zijn punt gemaakt. En dan moet hij het stuk vol schrijven. Hm. En dan gaat hij hem heel goed, maar ik vind dat vervelend. Vind ik zo'n drogreden als hij dan het gaat vergelijken met voetballers in de jaren 50, ja. Weet je wel. Rinus Israël. Nico kan gewoon heel goed schrijven. Tuurlijk. Alleen ja. Nico maakt ook columns, zeg maar, voor KPN. Dat doet hij dan, leest hij voor en dan gaat hij een foto beschrijven. Nico moet verschillende emoties bespelen. En niet alleen zeg maar, de emotie van het afzeiken. Nee. Maar ook de emotie van het bejubelen. En, of van ontroering.
Of van, hè, er zijn verschillende mogelijkheden. Niet altijd vroeger was alles beter. Nee. Ja, dus en dat vindt hij zelf ook. Dus dat, Schrijf jij eigenlijk columns, of niet? Nee. Wel ambitie? Nee, eigenlijk niet zo. Het is een kunst om... Nee, ik heb het korte verhalenboek geschreven. Ja. Dat vond ik leuk, omdat kan ik langere tijd erover nadenken. Maar je moet echt het talent hebben om op dagelijkse basis... En ik ken Nico persoonlijk ook. Die kan zich op dagelijkse basis gewoon ergens over verbazen. Ja. Of boos over maken. Ja. Ik heb meer en onderwerpen, daar bijt ik me dan in vast. En dan duurt het gewoon wat langer voordat ik dat verder heb uitgewerkt. Maar ja, hij kan echt zo'n klein detail pakken en opblazen. En dat, het mooie is, hij kan het dus ook aan de positieve kant. Ja. Hij kan echt in tranen uitbarsten als hij iets ziet wat hij heel mooi vindt. Het is een hele emotionele man. En dat is goed van hem. Want hij schrijft de column over muziek. En dat doet hij hartstikke goed. Hele emotionele man. Was het over Dijkzoon? Ja. Of ging het over mij? Nee, maar, je moet zijn columns over muziek lezen, die zijn fantastisch. Nee, maar ik ken hem al hele poos. En hij is heel getalenteerd natuurlijk. Ja, jij zegt zelf, ik zou het fijn vinden, hè, als mensen meer als VI-gezicht worden neergezet. Hè? Ja. Geldt dat ook voor jezelf? Dat vraagt iemand of je nog ambitie hebt om op tv ook vaker te praten en te analyseren. Wat je bijvoorbeeld laatst bij Natafel hebt gedaan. Ja. Nou ja, kijk, ik heb gezegd, ik ben een gezicht van VI. Ja. Maar ik ben geen specialist Ajax, specialist Feyenoord, specialist PSV, noem het maar op. Dus ik heb niet de ambitie om, zeg maar, zoals Johan wel had, of hij de ambitie had of dat het hem overkomen is. Ik denk het laatste. Maar uiteindelijk deed hij het heel goed, omdat hij bleek op televisie heel goed te werken. En ik vind het leuk om te doen. Ik denk dat ik ook een mening heb. Ik denk dat ik ook wel iets zinnigs te vertellen heb soms. Ja. Alleen, het is geen doel op zich. Ik vind het veel belangrijker dat onze Pieter Zwart en Freek Jans, als het over Ajax gaat, Martijn Krabbedam over Feyenoord en Stef de Bond als het over PSV, dat die mensen podium krijgen. Ja. Maar het grappige is, dit is natuurlijk wel echt een ontwikkeling van de laatste jaren. Ik loop niet zo lang mee in de journalistiek, maar dat kan jij veel beter beamen. Dat vroeger, als je journalist was, schreef je gewoon en je leefde je stuk in, dat was het. Ja. Tegenwoordig zijn het alleen maar gezichten. Ja. En zeker bijvoorbeeld als je op een maandagavond, en wij zitten hier dan nog wel eens te kijken, natafelen. Ja, soms gaat het alleen maar over hoe hard kan ik schreeuwen en hoe erg kan ik mezelf van Memphis Depay profileren. Nee, maar hoe erg moet ik me profileren om erboven uit te steken? Ja, ja dat vind ik ook. En daar hou ik niet zo van. Nee. Kijk je mee. Degene die dat doen, die zorgen er alleen maar voor dat de VI-jongens, die nu die stappen maken, beter eruit komen in mijn opinie. Bij ons. Maar ik ben er altijd benieuwd. Want ja, maar wat ik vind wij ook als Freek aan tafel zit bij Kees, vind ik dat ook goed naar voren komen, omdat die andere... Maar laatst bijvoorbeeld Mark Messeris, vind ik echt een zeer kundige journalist, weet heel veel. Totaal niet in het stuk voorgekomen, omdat naast hem zat Valentijn Dries als een... Nou, maar los daarvan, Mark Messeris is ook weer iemand die hele specifieke kwaliteit heeft. En die kan je dan inderdaad wel vragen van, wie vind je dat er in de spits moet spelen bij Ajax? Maar je kan zo iemand beter inzetten voor andere dingen. Nee, maar hij was daar voor die FIFA-zaak. Ja. Maar het is natuurlijk aan de persoon zelf dat als jij hier wordt uitgenodigd van, je mag wat vertellen over FIFA, maar je zit wel anderhalf uur aan tafel, dat je af en toe je mengt in het gesprek. En het was echt zo van, ik wacht. Gewoon heel netjes eigenlijk. En nu ben je aan de beurt voor over je FIFA-stuk. Wijd ik over uit en dan ga ik weer mijn mond houden. Ja. Terwijl die anderen... Het is heel moeilijke waarheid hierover te zeggen. Want je zegt net over vier columnisten dat ze niet exclusief voor VI zijn. Maar zij zijn een merk op zich. Voor zichzelf ook. En dat merk je als je die tv-programma's zit te kijken. Dat ze het allemaal merk voor zichzelf... Hun eigen merk aan het verkopen zijn. Iedereen, exclusiviteit is gewoon... Ja, ik zou niet eens weten of dat aantrekkelijk voor jullie zou zijn. Omdat je dan... Ja, bij deze jongens misschien niet zozeer. Maar bij iemand als Pieter Zwart, dat vind ik wel goed voor ons merk. Dat mensen ook weten dat hij bij ons hoort. Want dat trekt wel publiek naar ons toe. Maar ben met je eens, Pierre van Hooijdonk, die is ook van het AD, die is ook van de NOS, die is van iedereen. Maar is dat dan ook een reden voor jou om in de toekomst bijvoorbeeld een Pierre van Hooijdonk niet aan je te binden? En iets kleinere naam wel aan te binden dat die exclusief aan je zit? Nee, ik denk alleen dat je wel beter moet nadenken over in welke rol gebruik je ze. En kijk, bij Beeld bijvoorbeeld, Sportbeeld, heeft Lothar Matthäus als columnist. Misschien is Mark van Basten wel onze Lothar Matthäus. Kijk, Mark van Basten was exclusief, toch? Exclusief VI. Ja. En dat vind ik goed. En dan denk ik van dat is belangrijk. Bij jullie schrijven trouwens.
zijn intentie is dat hij bij ons blijft schrijven. Hij heeft alleen gezegd van ik neem even adempauze, want ik ga nu bij de FIFA beginnen. En ik ga weten wat ik ga doen. En hij gaat het ook bespreken bij de FIFA. Hij wil graag een column houden. Daar kan je ineens ook heel veel verdienen, dus misschien is het dan niet meer nodig. Nou, maar geld heeft hij niet meer nodig, hoor. Bij Marco weet ik één ding zeker, dat hij dit echt doet om idealistische redenen. Dat hij echt denkt... Wat hij ook bij jullie zei in de columns. Ja, wat hij bij ons in de columns ook zei. En wat hij ook echt denkt. Het enige wat ik hoopte, zei ik ook tegen, want hij was vorige week was hij bij ons. Zei ik van, ik hoop alleen niet dat je Michel Platini wordt. Want ooit bewonderde ik Michel Platini als voetballer. Ik vond het een geweldige voetballer. Ja, en ik heb hem ook ooit een keer in de lobby van een hotel om zich heen zien kijken en denken, praat nog iemand tegen me, want ik ben wel heel belangrijk. Ja. Ja, ik vind wel dat Van Basten wel een beetje de schijn tegen zich begint te krijgen. Ik ben ook echt Van Basten adept altijd. Ja. Maar zijn trainerscarrière is natuurlijk En nou gaat hij dan bij de FIFA. Ook niet helemaal met een schoon blazoen natuurlijk. Ja, die Infantino... Het ligt een beetje aan wie het vraagt, maar heeft toch ook wel wat twijfel achter. Nee, absoluut. Ding. Maar het tof is wel dat hij nu gevraagd is, een oud teamgenoot. Hij is door Boban gevraagd. Dat vind ik wel echt mooi. Boban is de man die eigenlijk naast Infantino... Infantino doet natuurlijk hetzelfde als wat Blatter doet. Ja, hij zoekt voetballers om zich heen. En de vraag is vooral, wordt Boban straks Platini of niet? En als Boban wel Boban blijft, het is ook een jongen die heeft gestudeerd. En Van Basten is ook een slimme jongen. En als die jongens echt de kans krijgen om het voetbal te veranderen, ja, dan zie ik daar geen kwaad in. En dan kan je hooguit zeggen, ja, het is een beetje naïef, Marco, dat je eraan aan begint. Maar hij is in zekere zin zo onafhankelijk dat hij ook denkt, nou, oké, en als het niet werkt, dan stop ik er weer mee. Ja. En dat is een houding. Dat hebben we vaker gezien natuurlijk. Ja, oké, dan kunnen we van, dat bedoel, wij waren ook verrast dat hij ineens met alles stopte. Maar het is ook wie hij is. Zo kennen we hem ook. Ja. En ik heb even van de week, we gaan een Italië special maken. Ik heb van de week zijn oude, zijn huidige, een van zijn beste vrienden is Ricky Testalamuta. Oud speler en oud speler van Pro Patria. Weet jij? Juist, Serie C, uitstekend. En Holland, uitstekend. Ja, vroeger een grote club in Utrecht. Maar dat is een van zijn boezemvrienden. En die groeide met hem op. En dat is nog steeds een vriend van hem. En die, dat was een heel leuk interview. Dat komt in het Italië-nummer. Mooi is ook dat toen Testalamuta trainer was bij DHC in Utrecht, dat Marco van Basten gewoon de spitsen deed. Gewoon die spitsentrainer. Ja, en dan zat hij op zondag. Ik zou er zo ongemakkelijk van worden als amateurvoetballer. En dan zat hij te kijken. En dan reed hij een kwartier van tijd had hij het gezien. Ging hij door naar AXPSV. Ja, fantastisch. Dat is mooi. Daar vertelde hij van de week over. Dat hij inderdaad zei, Van Basten, daar hoorde hij soms heel lang niks van. En dan belde hij erop en zei, Ricky, waar zit jij tegenwoordig? Nou, dat is inderdaad bij die club. Hij zei, vind je het goed als ik even bij kom kijken? Ja, dat is goed. Dus was hij komen kijken. Ik zei, ik doe de spitsen wel even. Nou ja, dat is voor de jongens natuurlijk ook fantastisch. Ah, de mythe van Basten heeft wel wat schade gehad, gedurende zijn trainerscarrière. Ik hoop niet dat dat nu... Hij is een mens geworden, hè? Dat is, kijk, hij was natuurlijk een soort onbereikbare mythe. Maar er wordt wel... Ja, ik een beetje off the record, maar je hoort... Record, nee, je hoort veel... Wordt hij niet uitgezonden? Nee, maar je hoort off the record veel mensen die met hem gewerkt hebben... die compleet op hem afgebrand zijn. Nee, maar Van Basten is een jongen die is... bij Marco van Basten draait het om Marco van Basten. En dat zie ik bij heel veel topsporters. Ja. Heel veel topsporters, die zijn ruksigloos. Anders word je ook niet zo. Kijk, hadden we het onder andere ook met Ricky. Ricky heeft de top niet gehaald. Tenminste... Hij is bij Holland all-time topscorer van de hoofdklasse. Maar laten we zeggen, de top in het San Siro is aan hem voorbij gegaan. Siro is aan hem voorbij gegaan. En dat is ook wel omdat Ricky niet ruksigloos is. En Marco wel. Hij is echt ruksigloos. En dat doet hij in alles. En dat is ook dus gewoon op een moment zeggen, nou, ik ga wat anders doen. En dat vind ik echt groots van hem. De trainer... Een speler die zo groot was en die als trainer durft toe te geven dat hij niet geschikt is als hoofdtrainer. Ah, dat vind ik echt top. Dan kan je bij mij niet meer stuk. Nou, wat we bij Heerenveen bijvoorbeeld, als ik spelers... Ja, dat vind ik echt. Als ik spelers sprak bij Heerenveen, dan op een gegeven moment kwamen zij ook gewoon tot de conclusie dat hij op een totaal ander level zat dan die speler. En dan probeerde hij die dingen uit te leggen. Ja, en dat is heel... Ja. En het werkt gewoon niet, omdat hij gewoon basisdingen, een bal goed aannemen in één keer, die moest hij daar nog een keer gaan uitleggen. Ja, weet je, en dan... Moet je nagaan hoe het was voor die spitsen van die amateurclub waar hij af en toe even trainer was. Nee, maar dat is wel een verschil, dat is denk ik. Nee, want dat is een verschil, want dan denk je, dit zijn amateurs. Ja. Kenneth Torres is ook trainer in de vierde klasse. Ja, zeker. Achteraf had Co Adriaans natuurlijk wel gelijk. Team met zijn schorsing, toch? Goede ruiten. Goed paard is nog geen goede ruiten. Ja, maar daar had Adriaans ook gelijk in. Maar Co heeft heel vaak gelijk.
Ja. Komt er vaak alleen zo rottig uit. Zo rottig uit zijn mond en daardoor duurt het altijd even lang voordat mensen het inzien. Ja, vind je het wel cool? Ja. Nee, ik vind het niet rottig uit zijn mond komen. Nee, het komt alleen tegen heel veel geld uit zijn mond. Dat is misschien... Oh, is dat zo? Want je hebt hem benaderd als columnist? Nee, maar hij was jarenlang columnist bij het AD. En oh. ik wilde hem heel graag terug hebben. Ja. En toen zei hij iets van nou, dat alleen tegen dit bedrag praat ik nog, bij wijze van spreken. En toen dacht ik zo, Co, dat is wel heel veel geld. Okay. Ja. Ja, heeft hij eigenlijk bij Utrecht veel geld verdiend? Of viel dat wel mee? Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Het is wel volgens mij dat ze bij Utrecht na een jaar ook wel goed... Er is een jarenlange mythe geweest van Co-A. Ja, ze moet bij Utrecht. Technisch. En daar zijn ze toch wel een beetje van teruggekomen. Daar is weinig uitgekomen. Kijk. Als je Co-Adriaans echt goed wil, dan moet je hem volgens mij gewoon elke dag op de club zetten. Ja, en dan moet je de volledige verantwoordelijkheid krijgen. Ja, en nu, ik heb hem ook bij oefenpotjes 20 minuten na aftrap binnen zien komen van... Goh, is er al wat gebeurd, jongens? Ja. En ja, dat is gewoon de rol als adviseur. En daar heb ik sowieso mijn twijfels bij. Volgens mij is na Ajax anders geworden, hoor. Ja? Ja, ja. Ja, nou misschien ja, Ajax, ja. Maar ik vind het wel een mooie utopie. Zeker in het Nederlands voetbal, waar je het veel van... Dat clubs altijd denken van... We hebben 2-3 clublegendes en die gaan dan iets doen. Maar ze zijn niet echt in dienst, maar ze geven advies. Ja. In de praktijk komt daar nooit iets van terecht. Maar bij alle clubs vind ik dat wel. Want we hebben het over Marco van Basten. Wel die echte passie voor het voetbal. Hè, dat hij inderdaad de spitsen gaat doen met de derde klasse. Dat heeft Co-Adriaans ook heel erg. En dat zoeken mensen totaal niet achter hem. Door misschien zijn houding of zijn air, maar ik heb hem ook wel eens bij een meisjeswedstrijd zien kijken. En dan staat hij te genieten, weet je wel. Ja. Omdat het gewoon helemaal zijn ding is. Zijn dochter speelt daarmee. En dat zoeken mensen niet zo gauw achter. Maar hij is ook een echte voetbalman natuurlijk. Ja, met Co kan je heel goed over voetbal. Het is super interessant om met Co over voetbal te praten. En toen hij nog bij Willem II zat, toen ging ik wel geregeld naar zijn trainingskamertje bij Willem II. En dan kon je uren met hem over voetbal praten. Toen ging hij naar Ajax en toen was het ineens... Ander Co is het voorbeeld van iemand die bij Ajax gewoon anders is geworden. Ja. Die kwam dan met heel veel ambitie en met heel veel... Dat is centrifuge waar je... Ja, dat is die centrifuge. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was er bij Peter Bos ook bang voor. Want die doet mij heel erg aan Co denken. Ook in de rigide manier waarop hij bepaalde manier wil voetballen. Dat is Co ook. Hij is echt, dit is de manier en dat is geen concessie mogelijk. En Peter Bos ook. Peter Bos acteert dat ook, maar die heeft heel veel dingen stilzwijgend gewoon de afgelopen maanden. Kijk, Co speelde ooit tegen Celtic, meen ik, dat de Berlijnmuur heet. Of zo speelde die 5-2-3 met twee middenvelders, Van der Vaart en Daniel Kroes toen nog. Celtic was het uit, toch? Ja, Celtic uit. En toen, Daniel, moet je voorstellen, Van der Vaart met Daniel Kroes op één middenveld. En twee halve nummer tiens. Ja, en ook niet echt loopwonders, zeg maar. Dus die werden compleet overlopen. Dat is Co ook. En later heeft hij nog de Berlijnse Muur gespeeld. Ja. Dus dat waren ook... Die 5-seconden-regel van Bos, daar heeft helemaal niemand het meer over. Nee. Gisteren zag ik toch dingen dat ik dacht... Volgens mij, als je op een gegeven moment van boven kijkt... zie je ineens zo'n zwerm Ajaxiden om zo'n speler heen staan. Het heeft toch ook gewoon tijd nodig in die zin. En het is super, nog geen Liverpool, nee. Nee, maar het is super opportunistisch. Weet je wat hij is nu... Nou ja, kijk, als je de voorbereiding... 100 dagen, want Freek werkt aan een verhaal. Okay. 100 dagen Peter. Nee, maar hij is 100 dagen dan bezig. Ja. Dan, ik snap het, veel bombari. Hè, maar die druk wordt ook door de media hem opgelegd. Dat het eigenlijk pas, eigenlijk, ja, hoe kan je iemand oordelen? Een half jaar? Drie kwart jaar? Ja, maar dat is een combinatie tussen spelersmateriaal en coach, denk ik. Want kijk, bij Guardiola kan het dus blijkbaar gewoon binnen weken. Ja. En maar hier dat is kwaliteit. Zal het bij de jongens... Het allerbeste van het allerbeste op natuurlijk. Nee, natuurlijk. De vraag is of hij niet zometeen een paar wedstrijden gaat verliezen. Of vind jij het al geweldig gaan bij Manchester City? Los van de uitslagen, die gaan goed. Maar oh nee, maar in het begin was het heel fragiel. Toen dacht ik elke keer, kwam er elke wedstrijd een moment in van... Als ze nou even nog een tegendoelpunt krijgen, dan gaat het niet goed. Toen hebben ze een reeksje gehad van 3-4 wedstrijden. Dat ze echt de tegenstander van de mat hebben gespeeld. En van de week tegen Celtic was het wel weer een beetje dat gevoelige achterin. Nou, misschien zijn ze er nog niet, maar je hebt wel echt... Vanaf speeldag 1 zag je al zijn hand. En Louis had er langer voor nodig. Ja, die had iets langer nodig. Maar waar ja, want ja, het is, uiteindelijk, als je heel reëel bent, dan moet je het gewoon na de winterstop wel gaan zien, denk ik, toch? Dat is toch wel iets wat je mag verwachten. Wat volgens mij essentieel is, dat hij of hij het zo hard gespeeld heeft, maar in ieder geval dat Ziyech er zit. Ik denk dat dat wel een hele... Ik denk dat het wel echt een belangrijke is, jongens. Ja, helemaal mee eens. Ja. Die draagt dat nu al. Kijk, hoe kijk jij nou... je bent nu hoofdverantwoordelijk, maar als journalist dan... Hij is daar nog, Peter Bos is daar nog vrij makkelijk mee weggekomen. Aangezien hij niet verantwoordelijk is voor het aankoopbeleid. Maar zo'n Mark Overmars is toch... Dat kan toch niet dat je een Hakim Ziyech pas in de laatste week koopt?
Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan, als je ziet... Dat kan alleen, dat bewijst volgens mij dat het een paniekaankoop is geweest. Kijk, bij Feyenoord deden ze vroeger altijd hetzelfde. Hè? De tijd van Jorien van der Heerik. Als Feyenoord slecht speelde, dan ging op maandag, dan kondigde hij een nieuwe transfer aan. Dat deed hij heel vaak. En dan ging het helemaal niet meer over het slechte spel van Feyenoord. Dan ging het over die nieuwe speler. Aankoop. Ja. Nieuwe aankoop. Paniekaankoop is meestal slecht. En Ziyech is heel goed. Ja. Toch? Dat kan iedereen toch zien? Maar kijk, dit was wel natuurlijk een verhaal op zich. Iedereen wilde het, wist het. Ja. En het kwam maar niet. En toen hebben ze het nog ontkend ook. En een week later was hij er toch. En toen hebben ze er verhaal omheen gehangen van want Bazoer in de belangstelling. Ja, die staat alle jaren in de belangstelling. Elke Europese club heeft een lijstje. Ja, die staat toch op alle lijstjes al, ik weet niet hoe lang. Die staat nu ook in die lijst van Bazoer. Zie ik ook gewoon echt zijn stempel erop drukt. Maar wat ik dan niet begrijp, is dat hij hem dan toch eerst aan de rechterkant zet. Terwijl iedereen ziet, zet hem nou op 10. Ja, dat is dan toch die eigenwijsheid van die trainers die dan denken van... Ah, eerst maar eens even laten wennen of zo. En in de Telegraaf staat steeds dat Goedelje het ook heel goed doet. Dus misschien dat hij daarom twijfelt. Goedelje... Nee, ja, maar die jongen, elke keer staat er een stuk in de Telegraaf. Ja, alleen bij de Telegraaf zie je dat hij goed voetbalt. Heb je iets tegen de Telegraaf, jongens? Nee. Wel. Nou ja, op zo'n moment wel, ja. Jij niet? Ja, wel. Ik wel. Ik heb tegen geen enkele krant wat. Nee, als jullie wat willen van me, bel me. Wat is je prijs ook alweer? Je zocht nog een goedkope... Ik heb jou nog geprobeerd. Ja, stip, hij is goedkoper dan koop. Hij is wel eerlijk, hè. Hij is wel eerlijk. Ik ga het nooit onderzoeken. Maar ik vind het alleen een opmerkelijke keuze dat je gewoon... Je weet wat iedereen ziet en dan wil je toch optekenen wat er niet is, maar wat is jij... Is minachting van je lezer. Ja. En je neemt zoveel risico en zoveel scheid aan. Waarom doe je dit? Dan ben je dus gewoon niet zuiver bezig. En dat is mijn probleem. Wat jij zegt, heb je een probleem met... dan heb ik een probleem met Telegraaf. Maar als het AD dat doet, heb ik ook een probleem met... Dan ben je gewoon niet zuiver bezig. Je bent gewoon op een manier bezig waar je gewoon andere belangen mee laat wegen... Ja, maar het zijn ook allemaal tere zieltjes. Het zijn allemaal tere zieltjes. Zit de wereld gewoon een beetje in elkaar. Dat snap ik, maar dan hoef ik het er nog niet mee eens te zijn. Nee, dat klopt. Dan hoef ik het nog niet mee eens te zijn. Nee. En dat is het denk ik ook, weet je... Ik wil niet zeggen dat wij altijd alles goed... Maar wat we proberen is hier gewoon zuiver... Zonder dat je allemaal belangen overal dingen hebt lopen... Gewoon dingen kan zeggen. En die je gewoon ook kan onderbouwen. Het verhaal wat er deze week in de Telegraaf... Dat kan je niet onderbouwen. Dat is mijn hele punt. Hij had de trainer wel eens ontmoet, toch? Van de tegenpartij. Sinds dat NRC-onderzoek expliciet aan alle voetballers die hier langskomen... wil ik het gewoon testen in de praktijk. Omdat iedereen zegt, ja, kijk, als je nou zegt van... Pietje heeft een kutwedstrijd gespeeld, praat hij nooit meer met me. En die jongens zeggen ook altijd... Ja, nou, als er iemand is die weet dat ik een kutwedstrijd heb gespeeld... dan ben ik het zelf wel. Ja. Het gaat erom of jij op die bank... ga je mij daar in de maling nemen, weet je? Hoe dat in een VI toon kan. Of dat je zegt van... Nou, Niel, het was gisteren niet best. Maar wel open kaart. Wat je niet moet doen is na de wedstrijd tegen iemand zeggen... joh, goed gespeeld. En vervolgens lees ik in VI dat hij kut gespeeld heeft. Ja, dan ben je natuurlijk snel klaar. Dat is behoorlijk misselijkmakend, inderdaad. Dus dat moet je niet doen. Nee. Maar zelfs als het niet goed... Ik heb hier twee momenten gehad. Romain Ruiter. De week daarvoor had Kali iemand het ziekenhuis ingehoekt. Toen ook al? Nee, toen was hij... Oh, heb je niet gezien? Was deze week bij Utrecht. Ja, dat bedoel ik. Oh, nee. Maar, ik probeer mij nu af te zeiken, vriend. Ik kom nooit meer. Toen waren wij net begonnen. Dan kan je denken, ja, lastig, weet je zo. Nee, toen hebben we gewoon gezegd, dit... Hij heeft het gewoon goed besproken. Mark van der Marel, die hier later aangaf... dat hij, ze hadden besloten dat hij bij de selectie mocht blijven. In onze kerstshow, blikten we terug... zeiden, ja, als ik terugkijk op mijn jaar, heb ik één fout gemaakt. Ik had toen niet in moeten stemmen dat hij terug mocht komen bij de selectie. Want, wat ik nu weet... Ja, dat weet je... Gilles Zwerts met zijn invalbeurt. Geen 24 uur daarvoor. Dat hij erin viel en iemand de twee zag. Rood, ja. Want toen zat hij naast David Klaassen. Of Michiel Kramer. Hè, heel erg afgezaagd over zijn punten. Dat hij te weinig met voetbal betrokken was. Ja, dan kan je het een keer ontwijken. En op een gegeven moment hebben we het hier aan hem gevraagd wat hij nou vond. Met Pieter Zwart, toch? Of niet? Ja, en toen kwam eigenlijk eigenlijk best wel een goed verhaal. Want hij zei, nou, ik denk dat ik veel meer waarde had kunnen zijn. Hè, als we de bal veroverden, dat ik gelijk word aangespeeld. Maar de trainer, de trainer kiest voor een andere methode. Waardoor ik ook minder in het spel... Zo kan je het ook gewoon benaderen, weet je, negatieve dingen voor mensen. Ik denk dat de relatie tussen de media en de journalistiek... dat ook heel moeilijk is door alle mediaafdelingen van clubs. Ja, en ik vind het een beetje lastig dat alle spelers die je nu hebt genoemd... zijn toch wel 25 plus. Ja, dat speelt ook mee. Hoezo? Kenny Tete was 19 toen hij hier zat. Okay, vertelde dat hij in de B1 iemand het ziekenhuis bijna had geslagen. 7 wedstrijden was geschorst voor Ajax. Komt Kenny Tete ook nu?
Ja, zeker. Maar het enige was zijn... Hem uit, ja, maar dat ligt dan dat ligt zijn echt perschef, aan de club. Zijn perschef dat zat... is toch wat ik bedoel? Ja, ja, nee, dat zeker. Is, want het zou heel goed zijn als Kenny Tate hier nu zou zitten. En dat hij zeg maar even zou aantonen van... Luister, ik snap dat dit gebeurt in het voetbal. Ik ben 19, ik word nu gepasseerd. Blijkbaar ziet de trainer iets beter in de Veldman. En ja. Ja, dat zou ik interessant vinden. Maar ja. Tate wordt nu, als je hem probeert te interviewen, wordt hij afgeschermd. Ja, ja maar ergens snap ik dat. Ik snap het, dat, maar het is wel onder 21 vind ik dat zo lastig. Ja. Zo? Een geëmotioneerde jongen hier. En je kan onder de 21 zeggen: nou, iedereen is toch hetzelfde. En je kan toch gewoon. Onder 21 zeggen doorgaans minder verstandige dingen dan als ze wat ouder. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat met de persoon te maken heeft. Nou, kijk, Michiel Kramer is 28. Die zegt nog steeds dingen waardoor Feyenoord de persafdeling zo zit. Ja, maar dat is de perceptie van verstandig. Maar ik bedoel, je ziet het ook bijvoorbeeld dat zie je bijvoorbeeld aan de Max Verstappen. Jij weet dat veel beter dan ik. Maar die zegt natuurlijk soms wel eens dingen die iedereen denkt, maar die moet je niet zeggen. Nou, pas recent zegt hij dat, want daarvoor leek het wel alsof hij... een geprogrammeerde computer. Ja, precies, het leek wel of hij erop zat op persmomentjes. Maar hij is wel heel jong. En dus, ik ben het wel een beetje met Neil eens van jonge mensen, zeker als ze ontevreden zijn, of onder de 21. Ja, dan heb je maar net, ligt ook een beetje aan de vragensteller, hè, of die op de juiste knoppen drukt. En dan is dit een domme opmerking in een klein hoekje. Aan de andere kant kan je afvragen, hoe erg is dat? Juist. Ja, maar dat blijkt dus altijd achteraf, dat het totaal niet erg is. Nee, en dat clubs helemaal in de paniek zijn. En misschien een momentje op internet dat hij zegt, oh, weet je wat hij heeft gezegd? Maar eigenlijk als je dan terug, het is eigenlijk niet zo heel gek dat hij boos is omdat hij op de bank zit. Ja. Maar dat is het gek van deze van de voetbalwereld. Dat als je het ergens niet mee eens bent, betekent toch niet meteen dat je die persoon haat of dat je die persoon dood wil. Je kan toch iets anders vinden dan iemand anders en dat gewoon onderbouwen. En dan... Daar heb je wel moed voor nodig en, om dat te kunnen zeggen. Of heel erg naïef zijn. Hè, bedoel, dan kan het ook. Als je heel jong en heel naïef bent, dan kan je soms ook... We hadden laatst een filmpje gemaakt van een straatvoetballer die bij Eindhoven voetbalt. En dan hadden we een filmpje, aan het eind van het filmpje zegt hij op de vraag... En dan weet je, 9 van de 10 jongens zegt dat hij voor het team gaat. Wat heb je liever? Dat jij scoort en je team verliest? Of dat jij niet scoort en je team wint? Nou, 9 van de 10 voetballers zegt, mijn team wint en dan hoef ik niet te scoren. En deze jongen zegt gewoon doodleuk, dan verlies ik liever als ik zelf gescoord heb. Dat is toch mooi? En wij zeiden tegen elkaar toen we dat filmpje zagen van, dit gaat die jongen, als die jongen doorbreekt, dan gaat hij nooit meer herhalen dit. Nee. Ik hoop dat filmpje ook heel vaak herhaald wordt. Maar eigenlijk is het zonde, want op het moment dat je het gaat herhalen, denk je al van, dit is zo bijzonder. Dus je maakt het eigenlijk al dat zo'n jongen gebrandmerkt is. Maar dat is ook het gekke. Ik weet niet hoe die heet. Als je normaal doet, dat een soort van bijzonder is tegenwoordig. Want als je gewoon alles geprogrammeerd en alles, dan is het, dan valt het niet op. En als je gewoon een keer zegt van, ik had vanochtend echt een kutochtend en ik heb dit en dit. Dat mensen zeggen, wat zegt die veel, weet je. Dat is zo normaal en dat is al bijzonder. Dat is gewoon, echt heel jammer. Ja, maar dat is ook wat ik dan, als je dan mensen spreekt van andere media en zo. Ja, wat leuk. Leuk hoe die bij jullie overkomt, weet je, bijzonder. Dat durf ik echt te zeggen. Elke speler die je hier neerzet, als wij hier nu zitten, gaat hier gewoon meelullen. Dat ligt niet... De enige die het erg uiteindelijk vinden... zijn... Geven jullie die spelers ook bier of niet? Dat drinken spelers bier. Ja. Maar dat is toch niet raar? Weet je, want dat is ook zoiets. Ja, sommigen die... Allereerste aflevering... Sven van Beek wilde een colaatje... en toen zei de persverlicht... die was toen mee... Nee, dat doe maar water. Water. Dat denk ik... Ja. Lies. Ja. We hebben het over. Ja, nee, maar dat is het toch eigenlijk. Het is een... En weet je, het is ook mooi dat zo'n persvoorlichter meekomt bij een live studio. Ja, wat wil je nog doen? Je zit mee te kijken. En je kan niet maar echt... Ik nodig ze altijd... Antwoord geven? Of zit je er dan heel... Nee. Dat was trouwens wel heel anders. Want toen kon je in één keer doorlopen. En toen ging er een paar gordijnen hier. Maar ik nodig ze juist uit. Juist omdat, even afkicken. Zoals jij hier zei. Ja, ik had er wel eens van gehoord. Maar wat is het? En dat soort dingen. Ik nodig ze graag hier zelfs uit. Om te kijken wat we doen. Hè, en wat voor insteek we hebben. Dat ze het ook beter begrijpen. Ja. Je hebt ook persverlichters die ons niet zo sympathiek vinden. Omdat ze wel eens op Twitter afgebrand zijn. Weet je, ja. Slecht werk hebben geleverd. Ja, en dan nemen ze dat heel persoonlijk richting ons. Ja. En dan denk ik, je mag wel ergens een mening over geven. Heb jij dat, je bent een voetballiever. Heb jij dat dan nooit, dat jij soms zit te kijken en dat je denkt... Weet je, je bent een voetballiefhebber, je bent een voetbalkenner. Dat je denkt, man, doe je huiswerkers beter met commentatoren? Of zit die ergernis echt generatie onder jou? Nee. Ik vind dat bij de NOS vrij goede commentator. Ik vind Frank Snoeks goed, Jeroen Gruter, mijn oude klasgenoot, die vind ik echt goed. Kijk, dat moet je dan wel zeggen. Ja, nee. Maar dat die reunie over een paar weken. Dan... Ja, precies. En Jeroen, ik vind bij de NOS wel goede.
ik vind dat wij in Nederland niet zulke hele slechte commentatoren hebben. Kijk, ik ben geen fan van Siert. Dus dat vind ik geen... Maar dat is ook een stijl waar je van moet houden, weet je. Ik hou daar niet zo van. Vind je dat leuk? Ook niet zo heel erg. Wat ik leuk aan Koert vind is dat hij soms... Nee, Koert vindt zichzelf een beetje te belangrijk, denk ik. Soms is hij grappig en dan denk ik, nou, dat vind ik leuk. Maar ik vind het wel een hele leuke man. Ja. Maar heb je dat ook met analisten die bij aan tafel? Je zei, ik vind Ko Adriaan zo goed. We hebben net een tijdje gehad over, weet je, mensen van journalisten van bladen. Maar wie vind je nog meer goed? Als analist? Ja. Ik ken Perez goed. En die heb ik dan ook meegemaakt bij Fox. Ja, die is heel goed. Bij natafel vind ik hem echt Ja, bij natafel vind ik hem echt goed. Maar dat was hij als voetballer al. Hè? Kenneth Perez hebben we als voetballer ook geregeld gesproken. En toen was hij ook al. Die had zijn eigen mening. Toen al. Ja. Dus dat, die vind ik goed. Sommigen moeten daarom lachen, maar ik hou van Jan van Hals als hij met Pierrot aan de gang gaat. Ja? Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, ik hou daarvan. Ik ben ook een beetje, wat dat betreft, misschien hou ik van dat old school dingetje zo. Maar ik vind het leuk als mensen gaan tekenen en zo, en dan met zo'n pijltje en nee, zo zeker? Gaat het. Ik vind dat heel leuk. Dus ik ben geen fan van Heitinga. Die voegt voor mij echt niks toe. Nee. Ik denk dat je je aan kan sluiten bij de rest van Nederland, toch? Die tel ik niet eens mee. Kan je nog niet meenemen. Het is niks, hè? Nee. Ja, maar je moet zo'n jongen opleiden. Je moet zo'n jongen echt... Je moet hem trainen, je moet hem opleiden. En... Het is een vak. Ja. Het is een vak. Alleen op de andere dag. Nee, maar ik vind het... Iemand heeft tegen hem gezegd, je gaat nu niet meer voetballen, wil je op de tv. Dit is toch precies wat Christian zegt. Het is een vak. Je moet het proberen. Ruiterverhaal. Ja, je moet die oud-voetballers niet een abonnement meteen op een tv-carrière geven. Nee, maar dat bedoel ik. Het is een vak. Ik ben heel benieuwd waarom iemand vindt dat hij het moet gaan doen. Want als speler was het al geen jongen die opviel door heldere analyses, zeg maar. Nee, eens. Nou, ik ben nog voorzichtig uit. Dat hij graag op tv is, toch? Dat het vanuit hemzelf komt dat hij graag... Dat weet ik niet. Het debuut bij Koffietijd dat hij dacht van, dit is gewoon... Maar hij heeft toch ook zo'n dansen? Ging toch ook dansen of zo? Ik weet alleen Koffietijd. Als je meer in de show bist, hè? Ik weet alleen Koffietijd. Maar wie vind jij goed? Duiken met dansen. Wie vind jij tof om naar te kijken? Als commentator? Nee, gewoon commentator of verslaggever of als analist. Nou, toevallig staat ijshockey aan. Dus Jeroen Guter is ook... Ja, Jeroen is fantastisch. Jeroen ijshockey. Eigenlijk bij ijshockey nog beter dan bij voetbal. Dat is ook zijn echte liefde. Ijshockey, dat is geweldig. Hallo. Winterspelen, Jeroen. Canadese voetbal, ik houdt hij ook van. Of aanschuiven bij de Leverkusen. Dan moet je even doorlaten. Okay. Hij is ook fan van het voetbal in Canada. Nee, dat is Jeroen Elshoff. Sorry. Maar je hebt dus... Nou ja, maar hij zei net, Jeroen Guter, en kijk zo naar ijshockey. Ik dacht zo bij mezelf, nou... Dus ik vind hem inderdaad ook een goede commentator, maar... Ja, ik hou er dus inderdaad wel een beetje van als iemand in de wedstrijd ook zit. Dus we hadden het net over data geven. En ik snap dat je bij ZDF dan meer diepgaand hebt. Mm-hmm. Maar ik hou er eigenlijk wel van als het... Ja, als je gewoon voelt dat die man met zijn vak, bezig is. En los van met hun vak, dat ze hun vak verstaan. Maar ik vind het ook wel heel fijn om te horen dat een commentator plezier in zijn werk heeft. En ja, net precies. Dat als er een mooie goal is, dat hij daar net zo van geniet als jij en ik op de bank. Ja. Dat vind ik maar degene die zijn huiswerk altijd het beste doet, is Frank Snoeks. Ik bedoel, er is niemand die in die wereld zijn huiswerk zo... altijd op orde heeft. Alleen, wat Frank vind ik een nadeel van Frank is, dat hij soms iets te afstandelijk is. Ja. En daarom hou ik enorm van Evert. He, ik vind het heerlijk als Evert een wedstrijd doet. Ja. Vooral neutrale wedstrijden. Tenminste, waar je zelf geen voorkeur hebt. Dat vind ik eigenlijk Evert was op zijn best natuurlijk bij Zwitserland-Turkije ooit. Hè? Zwitserland-Turkije. Met die regen in Basel. Ja, dat was absoluut. Over hemelsluizen en zwaar dan de Bosporus. Trinidad tegen Zweden was hij ook in topvorm. Want dat tegen die Brazilianen. Echt zo'n... Daar heb je gewoon een commentator nodig die je meesleept in die wedstrijd. Ja, ja, ja. Want je kijkt omdat je alles kijkt en dan... Ik snap wat Christian zegt van geen fan zijn van Siert. Ik ben geen fan van Siert bij, nou, laten we het maar wat noemen, PSV Atletico Madrid. Maar wel bij Willem II Helmond Sport, wat ik eigenlijk helemaal niet wil zien. Maar dan zit Siert daarbij. Dat vind ik wel leuk. Nee, maar daar komt dan kijk ik gewoon niet. Nee. Ja, Willem II Helmond Sport ga ik gewoon niet kijken. Nee. En dat is omdat ik niet al het voetbal zie. Dat is geen optie voor JP. Nee. Met kijk ik. Maar mooi is, Kenneth Perez heeft ooit geroepen, hè, en daar is hij denk ik ook wel achter gekomen door de jaren, dat hij de Nederlandse Gary Lineker wilde worden. Dat heeft hij in zijn tijd toen bij AZ geroepen, 2005. Ik dacht dat je nou heel wat anders ging aanhalen. Wat zeg je? Ja, ik was ook even bang dat die kant op ging. Kenneth Perez heeft wel meegeroepen in zijn carrière. Over die grensrechter. Ja, dat heeft hij toen aardig voor geboet, toch? Nee, maar... Ik vond hem heel erg... Je hebt toch die laatste Star Wars film? Dan heb je zo'n gast. En in die opening scène... Ik dacht echt dat het Kenneth Perez was. Ja. Ik ken dat niet. Want ik heb niks met Star Wars. Ik was de eerste keer dat ik Star Wars zag.
En was zo'n... Hoe heet hij die? Ja. Is niet Obi... niet ja, over de Star Trek, jongens. Kom op nou. Al onze nerds. Kenneth, I'm your father. Star Trek, Star Wars. Obi-Wan Kenobi. Juist. Die gozer lijkt in ieder geval... In die openingscène lijkt die gast op Kenneth Perez. Maar zijn maatje is dus een zwarte gast. Zit ze in zo'n vliegtuig. En toen dacht je... Oh ja. Nee, dat kan niet Kenneth Perez zijn. Maar wat... Ja, die is natuurlijk ongeëvenaard. Fantastisch, ja. Fantastisch. En dat zet natuurlijk al... Dat vond ik ook wel mooi, want Kenneth, die heeft dat ook wel eens in een interview gezegd. Ja, hij heeft geroepen, ik wil de Nederlandse Gary Lineker worden, maar wat ik nu doe, kan ik eigenlijk veel beter. Want dan nu hoeft hij niet een aankondiging te doen en zo, een afkondiging te doen. Lineker is natuurlijk ook een hele presentator. Ga weg, man. Kondig alles aan en af hier ook. Presentator is. Ja, nee, daarom. Maar waarom zou Kenneth dan niet kunnen? Nee, ja, hij voelt zich nu hier heel goed bij. Ja, maar ja, misschien kan hij dat dan. Volgens mij is Gary ook ooit begonnen als analist. Nieuw probeert zo weinig mogelijk concurrentie te creëren. Dus Kenneth mag niet presteren. Oh, ja, nee, ja, jij moet de nieuwe Gary Lineker worden. Ja, kijk. Nee, maar Gary heel goed is, is een gesprek. Een gesprek leiden en een gesprek gewoon goed aanvoelen. Wat Kenneth doet is gewoon op punten aangaan. Hè, dus maar dat is ook nu zijn rol nu. Ja. Maar op het moment dat je van hem vraagt een andere rol in te vullen. Ik ben benieuwd of hij dat zou kunnen. Ik denk dat hij te dominant is voor als presentator. Hm. Wat ik knap vind van Gary Lineker, die best een groot ego heeft. Hè, als je hem al jaren voor gigantisch groot ego toen hij speelde en zo. Kent zijn rol nu heel goed. Ja, hé, hey, kijk. Wat? Hé, hey, kijk nou. Dat is toch? Zie je wel, dat is helemaal niet zo gek dat ik dat doe. Dat is een Photoshop op weer. Ja, daar zit wel iets in, ja. Dus die scène begint zo en hij heeft zijn zwarte maatje bij zich. En toen dacht ze maar zo, misschien is er nog wat frictie. Ja, maar jij weet ook niet hoe die elke week bij de arena aankomt. Bij Perez altijd het idee dat hij niet kan verbergen dat hij zich enorm ergert hoe dom iedereen is. Tenminste, ja, niet iedereen, maar bepaalde presentatoren. Ja. Nou, maar meestal ergert hij zich helemaal kapot. Ik vind dat wel leuk om te zien eigenlijk. Ja. Maar hij wordt er niet sympathieker door, maar ik vind het wel leuk om te zien. Wat goed, Jimmy zegt dat nog. En dat is waar ook. In het Talpa-tijdperk deed Gary Lineker op maandag een programma voor Eredivisie Live. Ja, heb ik wel eens gezien. Ja. Zo. Was dat even mispeer? Ja, dat was niet zo best, nee. Nee, kost ook wel een paar knaken, geloof ik, toch? Moest die elke ja, dan vlogen ze hem toch... Met zijn kids vlogen ik heb alleen die aankondiging altijd gezien. Dat deed hij ook altijd. Sport 7, mooi was die tijd. Ja. Hè? Sport 7, zei dat was toch? Nee, Talpa. Nee, oh, Talpa. Nou, die tijd was ook Sport 7 mooi. Sport 7 is wel echt lang geleden. Jeetje, man, nou. We gaan wat anders doen. Willen jullie eigenlijk, dat wordt ook gevraagd, willen jullie eigenlijk een sportzender worden? Jos Staatsen was het toen nog. Een VI-zender worden? Zeg maar iets ook met programma's, dagelijke programma's. Ja, jongens, we hebben bezoek. Loop maar door, dankjewel. Ja, kondig maar af. Nee, een zender op zich is geen doel. Nee. Alleen ik denk wel dat je televisieprogramma's maakt die gemaakt worden door VI, dat is prima. Ik denk dat heel goed kan. En we maken voor KPN al programma's. Maar ja, die zijn alleen maar te zien voor abonnees voor KPN. Heb je daar enig idee van hoeveel man daarnaar kijkt? Nou? Ja, dat zijn gegevens die KPN vooral voor zichzelf houdt. Dat vind ik heel jammer. Dat zou ook wel iets... Dat echt zegt bizar, ook wel iets. Bizar dat je gewoon... Ja. Ik heb in voetbal alles gezien, maar ik ken volgens mij niemand en ik heb het zelf dus nooit dat clubhuis 16. Ja, dat is Phil of Mon Wesseling. Ja. Ja. Het is gewoon, dat is het programma waar wij het toevallig niet maken. Maar. Ja, ik weet wel dat KPN is echt aan het gooien met geld, ja. Ja. Nee joh, ga weg. Nee joh, ze zijn we niet met geld aan het gooien. Ze investeren op een hele goede manier in een nieuwe ontwikkeling van allerlei dingen. Maar hij heeft een 13e, 14e maand vakantiehuis in Spanje. Nee, maar ze zijn inderdaad aan het zoeken van wat moet het nou straks zijn. Kijk, en het enige wat ik wil is al die leuke dingen die we maken, die moet je ook bij VI kunnen zien. En op dit moment is dat niet zo. Ja. En straks als premium echt goed staat, dan moet je die items ook bij VI kunnen zien. Ik liet laatst aan een zaal het item van Nico Dijkson zien, dat hij een foto bespreekt. En dat eigenlijk dat vond iedereen hartstikke leuk. Ja. Heeft u het ooit gezien? Okay. Ja? Nee, dat zei ik ook. Heeft u het ooit? Niemand had het gezien in de zaal. Ja, dat is doodzonde natuurlijk, want het is gewoon hartstikke leuk. Ja. En alles wat je maakt, vind ik, als VI zijnde, dat moet je ook kunnen zien als abonnee. Ja, wat zou je nou echt heel tof vinden om zelf, weet je, als je, nou, wat je zegt, meerdere programma's, wat zou VI echt moeten hebben dan? Geen talkshow. Want dan, ja, je kan niet concurreren, denk ik, met FC. Nee, maar bovendien, ja, dat sowieso niet. Die sfeer die krijg je nergens. Al was het maar, omdat je hier zo in zo'n kelder zit. Maar... Nee, wat ik leuk zou vinden is bijvoorbeeld
wat internationaal. Weet je, voetbal international. Eigenlijk zou je moeten zeggen voetbal internationaal. En dan zou je een soort internationaal programma kunnen doen. Er wordt op maandag altijd hier opgenomen, hè? FC Buitenland. Nee, maar dan anders. Oh. Met beelden. Weet je wat ik leuk een soort zou metropolis vinden? En zou ik echt gaan kijken. We begonnen de uitzending met zo'n wedstrijd die je dan hebt gezien in Argentinië. Dat is een soort van Floortje Dessing. Maar dan, lang voetbal maar dan langzaam natuurlijk, ja, maar zo, maar dat is soort, wat ik zeg, een soort metropolis. Ja, dat je zegt van, over, van alle landen in de wereld krijgen we iets mee van voetbal. Nou, dat zou heel leuk zijn. Ja. Ik vond de laatste keer dat we dat deden, toen met dat we het over Afrika hadden, Argentinië, toen met de interlandperiode. Dat, ja, dat was Skype, en dat was nog ineens dan, beelden. Als je dat dan inderdaad wat, maar wat ik zou dan het liefst ook, van buiten. Ja, maar ik zou ook reportages dan willen uitzoeken. Ja, precies. Nee, dan kan je het fine-tunen, maar het zal even in een uurtje, anderhalf de hele wereld over. Ik hoor dat er een pot met goud zit bij KPN, dus... Ja, echt. Gaan we die maar eens bellen? Ja? Nou ja, ik had een programma ingeleverd bij KPN. En dat vonden ze te goedkoop. En toen hadden we zo'n begroting gemaakt. En we dachten gewoon, weet je wat, we gaan gewoon deze bedragen maal 3 doen. Kijken wat er gebeurt. En KPN zei, ja, is goed. Dus wij zo, hè? Ze zei, ja, alleen de directie van KPN. Maar uiteindelijk vonden ze ons, komen we toch op een thema terug, vonden ze ons te grof. Toen hebben ze ons gekild. Maar die begroting, dat was echt... Nou. Goed, Chris denkt ook, oké, volgende keer begroting je keer 3. Ja, nee, ja. We begonnen ruim 2 uur geleden volgens mij met een stukje over wat we van Ajax vonden gisteren. En daarna zijn we niet meer teruggekomen bij de wedstrijden. Oh, je wil... Maar ik denk wel dat we... Zullen we nog even... Yannick, kan je nog even de wedstrijd van dit weekend voorzetten? Kijk. Nou, even doen we altijd met... Nou, we zijn bij jou beginnen, Steve. Jij als voetbalkenner, een toto-expert bij uitstek. In het Zwolle wind. Vitesse Groningen gelijk. Een x'je. PSV wint. Oeh, Roda en NEC vinden lastig. Hoeveel nationaliteiten staan er op het veld? Ja, veel. Ga ik voor Roda. Ook dacht hoeveel nationaliteiten? Oh. 16 of zo. Go Ahead Excelsior gelijk. Ja, Ajax verwacht ik wel winst. Maar Zivkovic gaat scoren. Bloedvorm. En dan... Ja, ik denk dat Twente gewoon doorgaat met winnen. Een heerlijke derby. En Feyenoord wint. En ik Sparta AZ gelijk. Te drukke week is voor AZ. Nou, Chris, ben je... Ja, ik was even afgeleid. Want, je zit naar de kuiten van Art Langelen te kijken. Nee, ik heb tegen Art gevoetbald. Iets met kuiten? Nee, ik heb iets met Art. Want ik heb tegen Art gevoetbald. Okay. En hij was linksbuiten van de sportclub Lochem. En ik was rechtsbuiten van sportclub Varsseveld. En dan sta je aan de lijn, sta je altijd naast elkaar. Ja, bij de aftrap, toch? En hij was de enige die niet zo klein was als ik. Alleen hij was toen al een soort Jerommeke. Dus, en hij was 3 keer zo snel. En dan kan je nu, als je zijn lichaam ziet, niet meer voorstellen. Dat geldt voor mij overigens hetzelfde. Dus in die zin hebben wij redelijk dezelfde groei meegemaakt. Ja, PEC Zwolle, ADO. Wat ik zei, ik denk toch ADO. Dat hij hier een overwinning pakt. Vitesse Groningen wordt gelijk. Maar wel in een spectaculair duel. Dat is ook een beetje hoop, hè? Maar die hebben allebei zulke leuke teams. Daar moet je volgens mij een spectaculair duel van kunnen maken. Heerenveen, PSV, dat wordt 1-0. PSV mist de penalty. 1-0 voor Heerenveen. Zeker een gok. 1-0 voor Heerenveen. Vaagde uitspraak dit. Oh. PSV mist de penalty. Oh, dat lijstje met... Roda en NEC. Gaan we door op de penalties of niet? Roda NEC. Ook penalties? Nee, nee, zo bedoel je niet. Roda NEC, dat wordt 0-1. Oh, ook gewoon de uitslag. Dit is... 0-1. Mahi. Of Mahi. Go Ahead Eagles, Excelsior, dat wordt een gelijkspel. Ajax Utrecht wordt denk ik ook een gelijkspel. Heracles Twente, dat wint Twente. Willem II Feyenoord, dat wint Feyenoord. Makkie ook. Sparta AZ, dat gaat Sparta winnen. Denk ik ook. Denk ook, ja. Maar je wilde nog even... mentionen jullie, man. Peter, wat zei jij over... De afgelopen 2,5 uur bedoel je? Nee. Resumé. Nee, ik weet niet meer precies wat het was. Maar er was een lijstje met penalties van PSV de afgelopen... 7 gemist van de laatste 10? Het was niet zo'n best lijstje. Nee. Ik heb weinig verstand van data, maar dat was geen goed lijstje. Nee, het was een heel slecht lijstje. Pereiro heeft er dus 1 genomen en die ook raak geschoten. Dus eigenlijk maar die was gewisseld, toch? Ja. Nee, die stond niet in de basis. Oh, die keeper. Jij wilt toch dat de keeper hem Ja, ik zat op Lars begon erover. En gemiddeld gezien in penalty reeksen vind ik een keeper altijd een verstandige keuze. Gaan ze kunnen keihard schieten en meestal ook nog een beetje fatsoenlijk schieten. Dus ik denk als je nu zo in de problemen bent dat echt gewoon dat je het niemand meer kan...
echt maar in de schoenen schuiven van ga jij erachter staan, laat dan maar die keeper een keer beuken. De keeper hem mist, ben je wel de lul. Dan moet hij dat hele eind terugrennen. Ja. Dus komen die keepers. Siem de Jong moet hem nemen, maar ja, dan moet hij wel spelen. Dat vind ik ook raar dat hij nooit speelt. Ja, maar ga je dan? Ja, het zou kunnen. Hendricks een paar weken eruit, dus we gaan Siem wel meer zien, denk ik, aankomende weken. Hoe lang is Bart Ramslaar uit? Die was ook niet mee, natuurlijk. PSV moet Gregor van Dijk halen. Die scoorde altijd. 19 keer. Klopt, mooi. Ja. Goed. Danny Lanzaat. Hier. De laatste 19 penalties van Haller. Lanzaat maakte de ene. Moet jij Haller. Dat vind ik nou een fascinerende penalty nemer. Ja. Ja. De rust waarmee Haller ze neemt. En lachend de keeper op het verkeerde been zet. Wat Utrecht, even Ajax-Utrecht? 4-1. Voor Ajax. Met een goal van Zivkovic. Oh, we hoorden de eindtune. We zijn net bezig. Ja. Nee, dat zijn net warm. Stefan, dankjewel. Ja, thanks. Dat was leuk. Leuk. Wanneer, dat, we moeten eigenlijk, nou, dat doen we een andere keer. Je nieuwe show pluggen. Je gaat binnenkort... Ik kan toch gewoon zeggen? Ga je ook nog naar Diemen? Ja, ga nou eens naar Diemen. Maar wees. Kom maar gewoon een keer in Amsterdam kijken, joh. In Schouwburg in Diemen, ja? Ja, natuurlijk. Theater de Omval. Kom je ook bij, Christian in de buurt? Waar ben jij? Ik woon in Liende, daar hebben ze geen Schouwburg, maar wel in Tiel en ook in de Veenendaal. Heel leuk. We hebben try-outs zijn komende maand in Weesp, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Waar kunnen mensen kaarten kopen? StefanPop.com? Ja, en dan vind je het wel. Gewoon een speellijst en dan komt het. Wel handig. Het Stefan_pop, toch? Ja. Dan kunnen ze voor meer vragen. Ja, ja, heel onverstandig met die underscore, dan vindt niemand je. Ja, maar ik had niet verwacht dat Twitter zo groot zou worden. Je voetbalt zelf ik doe geen nog, show, toch? Nee. Nee, maar je voetbalt nog, toch bij FC Linde? Ja, 35 plus. Ja. Vanavond niet. Dus vrijdag, nee, de 7e moeten we, dus volgende week. Alleen dan zit ik bij Nederland-Wit-Rusland. Okay. En nog één dingetje. Hans Krij is nu trainer weer. Ja. Blij met hem als uithangbord van FC Linde? Ja, wel blij met hem als uithangbord van Linde. Ja? Ik vind het heel jammer dat Hans van Haar weg is. Want dat was een toptrainer. Ja. Mark my words. Als Utrecht Ten Hag een nieuwe nodig heeft, dan moeten ze Hans van Haar... Dat wordt toch Jean-Paul de Jong dan? Ja, echt. Hans van Haar gaat Spakenburg ook kampioen maken. Ja? Ja, dat denk ik echt. Hij heeft ze van de week koud uit de bus heeft hij een straftraining gegeven. Ze hadden verloren. Dat vind ik wel mooi. Hoevelaken, hè? Daar worden de beste geboren. Ja, nou, dan is het tijd om af te zelf over te gaan. Als Hoevelaken gaan benoemen. Hoevelaken leggen rechts af, hè? Peter, Jean-Paul, dankjewel. En we zijn er zondag weer, hè? Ja, zeker weten. Met eigenlijk? Onder andere Bas Nijhuis. Ja. Scheidsrechter bij Sevilla. Goed weekend allemaal, mensen. Ja. Dankjewel, Niel. Ja. Ga lekker eten.